Beste mensen, volle tribune vanavond, dus er zal wel wat te doen zijn tijdens deze commissievergadering. Mensen op de tribune, allemaal van harte welkom. Commissieleden, hartelijk welkom. College, hartelijk welkom. Ik heb op de app gezien dat er in ieder geval één iemand meeluistert. Welkom, Jacqueline. En ik ga nu over tot inventarisatie van de rondvraag. Er hebben zich 6 instanties dan wel mensen gemeld. Zijn er nog mensen op de tribune die willen inspreken? We hebben insprekers voor de verkeersvisie om en zuid en de APV voor het karbidschieten. Dus die agendapunten die worden naar voren gehaald. Rondvraag is er niet, er is namelijk niks ingediend. En ik stel u voor om de onderwerpen weer op dezelfde manier te behandelen als de vorige keer. Insprekers verkeersvisie, vervolgens de verkeersvisie bespreken. Daarna om en zuid inspreken. Bestemmingsplan om en zuid behandelen. En dan agenda punt 14, karbid inspreken en vervolgens behandelen. Kan dat uw instemming wegdragen? Oké. Dan gaan we over tot het gebruik maken van het spreekrecht. En dan is als eerste aan de beurt de heer Maiolé, ondernemersbelang Ommen Centrum. Meneer Maiolé, u hebt 5 minuten. En vervolgens wordt de commissie in de gelegenheid gesteld om u eventueel vragen te stellen. U hebt het woord. Oké, deze. Mark Maiolé, ik sta hier namens In Retail. In Retail is een landelijke organisatie die de belangen van retailers behartigt. Maar ik sta hier eigenlijk namens de werkgroep Ondernemersbelangen om een centrum. En die hebben mij benaderd om namens hun het woord te voeren, omdat er iets speelt en dat is de verkeersvisie. En dan in het bijzonder de afsluiting van de Vechtkade. Om maar gelijk met het belangrijkste te beginnen wat zij hebben gedaan. Ze hebben deze week een enquête gedaan onder alle winkeliers, of bijna alle winkeliers zou ik zeggen, 107 personen in het centrum. Daarvan hebben er 96 gereageerd. Dat is een respons van 90%, dus dat is hoog. En van die mensen heeft 95% aangegeven dat ze in ieder geval tegen de afsluiting van het centrum zijn en ook tegen eenrichtingsverkeer. Er zijn ook nog 5 mensen die tegen de afsluiting van het centrum zijn, maar wel voor eenrichtingsverkeer zijn op de Vechtkade. Ja, en kun je eigenlijk samenvatten dat 100% tegen de afsluiting van de Vechtkade is. Dat is een enquête die zij hebben uitgevoerd. Ik wil even 3 dingen kort de revue laten passeren. Dat is allereerst het economisch belang van het centrum van Ommen. Vervolgens het verkeersonderzoek zelf. En eigenlijk een verzoek en advies aan u als gemeente en als raad om het te gaan doen. In eerste plaats het economisch belang. Om maar met de deur in huis te vallen. Het verkeersonderzoek neemt het economisch belang van het centrum en van de ondernemers. En dan heb ik het over winkeliers en horeca en anderen. Eigenlijk in het geheel niet mee. En dat begint bij het belang van de consument. Want wat u allemaal wilt, nu en in de toekomst, is dat de consument komt, blijft komen en langer verblijft. Nou heeft die consument, die heeft verschillende bezoekmotieven en dat zijn verschillende doelgroepen. Je hebt de bewoner van Ommen, die komt veelal om boodschappen te doen. Je hebt de regiobezoekers, die komen ook wel om uit eten te gaan. En je hebt de toeristen. Nou, al dan niet dat ze over de brug vandaan komen, dat maakt dan even niet uit. En wat u als centrum moet beseffen is dat voor die verschillende doelgroepen u een bepaald centrum bent met een verschillende reden om daar te komen, maar ook verschillende gebruik van modaliteit. Dat is 1 ding. Het tweede is dat er, het zal u niet ontgaan zijn, de afgelopen jaren tal van economische en maatschappelijke ontwikkelingen een effect hebben gehad op het functioneren van winkelgebieden. De retailagenda van minister Kamp is daar een uitvloeisel van. We ervaren allemaal, en ik werk ook namens In Retail, dalende bestedingen in de detailhandel, in de fysieke winkels. De opkomst van internet in vrijwel alle non-food branches, in de food valt het nog mee. Vrije tijdsbesteding en horeca, wat steeds belangrijker wordt, in uw geval dus toerisme, ook belangrijk.
En een toenemend gebruik van de auto. En de auto, ook door de vergrijzing, is wel het vervoermiddel waarmee mensen langere afstanden afleggen. En als ze dan komen, dan verblijven ze langer. En mensen die langer verblijven, die besteden meer. Als je dan ook nog eens kijkt dat de waardering van de bereikbaarheid en parkeren in uw gemeente sinds 2012 behoorlijk is afgenomen. De bereikbaarheid met 30% en het parkeren met 16%, de waardering daarvan. En dat bezoekers die van over de brug komen, inclusief de toeristen, dat dat 25% van uw bezoekers aan het centrum uitmaakt. Die dan ook nog eens een potentiële omzetdaling van maximaal 20% tot gevolg kunnen hebben als die mensen dat niet meer doen. En u moet beseffen dat de consument veel te kiezen heeft. Dus op het moment dat het hem enigszins niet meer zint, dan maakt hij andere keuzes. Dat is het economisch belang. Dan het verkeersonderzoek. Nou ja, wat ik al zei, er is alleen maar onderzocht op verkeerskundige gronden. En ik zie nergens dat men gebruik rekening heeft gehouden of onderzocht heeft wat de economische effecten kunnen zijn. Het tweede is dat als je een verkeersmaatregel neemt, dan moet je eigenlijk gelijktijdig of zelfs de voorafgaand een goede compensatie aanbrengen voor datgene wat wegvalt. En dat betekent dus goed parkeren aan de randen van je centrum. Zeker als je ergens een stukje niet meer bereikbaar maakt. De economische effecten voor de vechtkade die ontbreken als geheel. En dan neem ik nog even mee de reacties van alle ondernemersverenigingen. Dan heb ik het over de OVO, Ondernemers Zuid, de OOC namens wie ik hier sta. En de HOV. En dan is het eigenlijk zo dat iedereen in hun reacties zich heeft negatief heeft uitgesproken over het afsluiten van de vechtkade. En ik geef u graag mee, en u heeft een brief gekregen namens de OOC, waar dat wat uitgebreider staat uitgelegd. Maar bekend is inmiddels dat de enige reactie die voor was over de openblijven van de vechtkade, is die van de HOV, maar dat ook inmiddels duidelijk is dat dat niet een meting was onder hun leden, maar alleen de mening van het bestuur. Dus dat is wel even goed om daar rekening mee te houden. Nou, ik kom tot mijn slot. Wat ik u eigenlijk verzoek, als u dat economisch belang en het verkeersbelang met elkaar afweegt, is dat er eigenlijk een onderzoek te gaan doen naar de mening van en de economische effecten voor de ondernemers. Zowel binnen als buiten het centrum. Als je die maatregelen die nu worden voorgesteld doorvoert. Het tweede is, doe ook vooral aanvullend onderzoek naar de wensen van de consument. Dus een bezoekersonderzoek. En leg ook die maatregelen voor. Want je hebt een feitelijk gebruik en je hebt een gewenst gebruik. En we kunnen consumenten maar heel beperkt beïnvloeden. En combineer die beide resultaten en breng dit dan in relatie met de beoogde verkeersmaatregelen. Want je kunt dit maar één keer goed doen. Want de consument die eenmaal weggaat, die komt ook niet meer terug. Dit was even mijn inspraakreactie. Ik verwijs u nog even naar de notitie die door de OOC zelf is opgesteld. Met vooral en ook een inschatting van het omzetverlies. En oproep door hen zelf dat u zorgvuldigheid zult moeten betrachten. En ik onderschrijf dat van harte. Omdat anders uw visie van duurzaam ommen 2030 misschien al in 2020 ophoudt met een eenzaam ommen. En dat wilt u denk ik allemaal niet. Dat was mijn verhaal. Wie heeft vragen voor? Oh, vraag. Gelijk de vragenronde. Oké. Okay. De heer De Vries Robles. Voorzitter, ik wou proberen de vergadering niet al te lang te laten duren, maar ik heb eigenlijk 5 vragen. Als we kijken naar verkeersmaatregelen die in het recente verleden genomen zijn in dit land, dan zou je kunnen verwijzen naar wat er in de stad Groningen gebeurd is. Daar is onderzoek naar gedaan en de uitval was tijdelijk, maar niet langdurig. Zou dat niet een effect kunnen zijn wat wij in ons centrum ook zouden kunnen zien? Even zonder direct de maatregelen waar u op doelt gelijk te kennen. Groningen is van een compleet andere orde dan Ommen. Dus dat is geen vergelijking. We moeten wel. Maar ik denk, ja, dat kunt u, laten we zeggen, kunt u dat staven, zal ik maar zeggen, op basis van wat er in dit onderzoek naar voren gekomen is? Nogmaals, ik weet niet welke maatregel u in Groningen bedoelt, dus ik kan die niet staven dan, want het is geen vergelijkbare maatregel. Ik kan u wel zeggen dat vergelijkbare maatregelen overwogen zijn in Wijk bij Duurstede en in Tiel. Dat zijn veel vergelijkbare plaatsen. Bovendien is het ook een vergelijkbare situatie
waar zij gelegen liggen aan het water. En dat juist die weg aan het water heel vaak gedacht wordt dat vanuit toeristisch oogpunt het wenselijk is om daar het verkeer af te sluiten. Maar er zijn twee dingen heel erg belangrijk. Iedereen, alle bewoners en bezoekers, kennen die weg en maken daar gebruik van. Het tweede is dat de toeristen die met hun boot aan de kade aanleggen bij dat soort plaatsen, ongeveer al hun producten die ze nodig hebben in de boot meenemen en nauwelijks besteden in het centrum. Het gaat om aankopen doen. Dus heel snel werd daar duidelijk dat het economisch belang om daar dan het verkeer uit te halen niet opwoog tegen het negatieve effect van mensen die dan wegbleven. De tweede vraag is, u noemde net wat waarderingscijfers van consumenten voor bepaalde gebeurtenissen in Ommen. Op welk rapport beroept u zich daar? Wat voor onderzoek is daarna gedaan? Het rapport wat ik ken, waar het uitkomt, dat is van Bert Broekhuis, een DTMP. Wilt u dat met ons delen? Volgens mij kent u het allemaal. Nou, het is een onderzoek wat in 2010 en in 2015 is gehouden. En ze trekken die vergelijking zelf. En anders kan denk ik de OOC het u zo ter beschikking stellen. Maar ik neem aan dat u dat zelf heeft laten opstellen. Nou, de getallen die u over consumentenwaardering noemde, die herkennen ik niet. Nee, er staat in een waardering van de bereikbaarheid in parkeren. En wat ik heb gedaan is gewoon de cijfers van de waardering in 2010 en in 2015 naast elkaar gezet. Of 2012 en 2015. En die waardering is fors afgenomen. Namelijk met 30% en met 16%. Ik heb de cijfers ook nog wel, niet hier, maar ergens in het staans in het rapport. Nou, ik wil u wel confronteren dan met het feit dat wij recentelijk een uitgangsmarkt gehad hebben in deze gemeente. En dat wij daar een onderzoekje gedaan hebben onder de burgers die daar aanwezig waren. En dat daar bijna unaniem uitkwam dat men voor afsluiting is van de vechtkade. Ja, ik heb een andere enquête, maar dat is onder de ondernemers. En uiteindelijk moeten die de boterham verdienen. Ja. De vierde vraag die ik voor u heb. We kennen allemaal de externe effecten van het autogebruik. Ja. Calculeert u die mee als kosten in uw redenering? Als kosten? Ja. Je kan bijvoorbeeld milieueffecten van autogebruik, maar ook congestie-effecten van autogebruik, kan je gewoon becijferen. Neemt u die mee? Ik ben 2 dagen geleden benaderd en ik heb de kwestie heel snel tot me moeten nemen, dus daar heb ik geen tijd voor gehad. Bovendien, ik kan heel goed meenemen alle economische effecten die alle ondernemers en nu ook als stad. We hebben het hier over die vind effecten. Ik veel belangrijker dan de economische effecten en de milieueffecten. Ik denk dat we deze discussie moeten stoppen. Bovendien blijven de auto's rondrijden, denk ik. De laatste vraag is dan van, volgens mij zijn de gegevens van deze teksten van het verkeersplan, die zijn volgens mij inmiddels 3 weken openbaar. Hoe komt het dan dat wij nu in de raadsvergadering nog documenten van u krijgen die we niet kunnen bestuderen, maar waar we wel geacht worden op te reageren? Nou, ik treed hier op namens een aantal mensen, niet namens de HVO. Ik heb wel met de HVO gesproken. Als deze informatie mij zelf ook eerder was toegespeeld, had ik ook eerder het met u gedeeld. Want ik hou ook van een volledige level playing field discussie op dezelfde cijfers, zodat we het over dezelfde informatie kunnen hebben. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had eigenlijk een vergelijkbare vraag als de eerste vraag van D66. En dat gaat niet over Groningen, maar vergelijkbare gemeentes. Bij mij kwam op Renesse en in Drenthe heb je ook een aantal gemeentes waar de binnenstad is afgesloten, waar je omheen heeft. Heeft u daar inzicht op van wat daar de resultaten zijn? Want bijvoorbeeld Renesse, die is al bijna 20 jaar afgesloten, moeten mensen omheen. Via een transferie met een bus kunnen ze naar het centrum gebracht worden. Kunt u aangeven hoe daar het effect is van de afsluiting? Ja, maar mensen, we moeten geen appels met peren gaan vergelijken. Renesse is een puur toeristische plaats met vooral heel veel buitenlandse bezoekers. Bovendien is het een veel solitairer gelegen plek. En ligt niet onder de invloedssfeer van plaatsen als Zwolle, Hogeveen, Coevorde of zelfs Hardenberg. En dat is waar het hier om gaat. Je moet altijd naar maatwerk, je moet altijd naar je plaats zelf kijken. Wie zijn je concurrenten? Wat is de keuze die de consument heeft? Wat voor functie is je stad? En hoe vergelijkbaar is dat met andere steden? En daarmee moet je gaan afzetten dat als jij een maatregel neemt,
Net zoals we in het verleden betaald parkeren al of niet hebben ingevoerd in alle steden, toen ging iedereen reageren die het niet had. En nu zijn we weer op de weg terug, omdat we nu opeens denken, als wij nou weer gratis parkeren maken, dan zijn wij weer interessanter. Dus je moet het wel op je eigen locatie. Al die onderzoeken in andere steden, ik kan ook het onderzoek in Delft. Delft heeft geen auto's meer in het centrum. Maar als tegenprestatie zijn er eerst wel 5 parkeergarages aan de randen van Delft gemaakt. Dat is door de ondernemers bedongen bij de gemeente en die zijn daar toen in meegegaan. Nu is Delft blij, maar ze hebben ook wel hele goede parkeervoorzieningen gekregen. En dat is hier in Ommen ook niet het geval. In ieder geval niet evenwichtig. Ja. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Eén korte vraag, denk ik, een kort antwoord, vermoed ik. U geeft bij punt 3 geeft u aan dat er een afweging plaats moet vinden tussen verkeer en de economie. Daarbij geeft u ook aan dat er de consument beperkt te beïnvloeden is. En u adviseert ook een aantal onderzoeken te doen. Als de consument toch niet te beïnvloeden is, nagenoeg niet te beïnvloeden, waarom zouden we dan gaan onderzoeken? Omdat, ja, ik snap uw vraag. De consument maakt wel heel snel een afweging. Dus als hij niet meer de beweging kan maken die hij eerst kon maken, dan is voor hem heel simpel, dan gaat hij die beweging maken die voor hem net makkelijker is. En dat zou dus kunnen betekenen dat hij dan Ommen gaat mijden, of voor boodschappen doen, of voor winkelen. Want gemak en comfort is ongeveer het hoogste goed wat de consument op dit moment wil. We hebben nou eenmaal te maken met heel veel verwende consumenten. En dan moet je gewoon alles goed regelen, echt optimaal. En wat ik bedoel met inderdaad niet beïnvloeden, je kan niet zomaar een weg verleggen of een winkelgebied aanpassen. Want dan snapt hij het niet meer, want hij was gewend in een bepaald gedrag. De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. ik denk dat ik nog één aanvullende heb. Ten eerste, in de redenatie mis ik nog even het verschil tussen dagtoerisme en echte toeristen die inderdaad over de brug zitten, maar die waarschijnlijk lopend over de brug komen vanaf de campings. Dus ik denk dat dat nog wel een verschil maakt. Maar misschien nog wat belangrijker. Want u heeft het onderzoek gedaan onder 107 ondernemers die daar rechtstreeks bij betrokken zijn. Een gedeelte daarvan zal ook aangesloten zijn bij de HVO. Dus de clubs rollen een beetje over elkaar heen, als ik het zo mag uitdrukken. En u pleit ook voor een aantal aanvullende onderzoeken. En dan denk ik van 107 ondernemers die daar dagelijks bij betrokken zijn, waarvan wij klachten krijgen over de opstopping op de Vechtkade, waarvan wij klachten krijgen over het aantal parkeerplaatsen, we klachten krijgen over de verkeersafwikkeling. Dan denk ik van, als die 107 de koppen bij elkaar steken, en u had in het onderzoek misschien de vraag meegenomen, en wat is de oplossing dan wel voor de vachtkade, dan hadden we misschien hier eens op tafel gehad waar we het over hadden kunnen hebben. Als die mensen zo betrokken zijn en zo graag met 90%, 95% reageren op uw enquête, dan denk ik dat er ook suggesties liggen waarop het dan wel zou kunnen. Ja. Want zoals het nu is, kan het ook niet. Nee. Daar zijn we het wel over eens. En dan denk ik van ja, dan had ik graag misschien wat suggesties gehoord hoe het dan wel moet. Hele goede constatering. In de korte tijd die ik heb gezien, heb ik het proces ontleed. Zowel van de kant van de HVO, van de kant van de gemeente, als de kant van de ondernemers. Ja, en daar is het nodige verkeerd gegaan. Laten we zeggen, de niet-leden van de HVO, en dat is meer dan de helft, veel meer dan de helft op dit moment, kan zich nauwelijks voor de geest halen dat 1,5 jaar geleden u als gemeente al begonnen bent met de mensen te betrekken bij het onderzoek. Dus dat is of hun niet goed gecommuniceerd, of ze hebben zelf niet goed opgelet. Dat is één. Tweede is dat het rapport met de verkeersvisie ongeveer in juli ter beschikking is gesteld aan het HVO. Die kreeg toen 2 weken de tijd. Toen heeft het HVO zelf besloten, omdat ze dachten dat ze de leden daarover niet hoefden te raadplegen, om een eigen visie te geven. Toen is er uiteindelijk wel 4 weken extra tijd gegeven. Toen hebben ze dat nog steeds niet gedaan. In die periode zijn ook de niet-HVO-leden ook niet geconsulteerd. Dus die hebben hun mening niet kunnen geven. En ja, dan kom je als gemeente met een inspraakavond. Gelukkig was iedereen bekend dat het puur een informatieavond is en geen besluitvormende. Ja, en dan, dat weet u ook, denk ik, als ondernemers gaan dan reageren. Want dan raakt het ze opeens direct. Dus dat even over het proces. Waarbij ik niet zeg dat de ondernemers geen boter op hun hoofd hebben, want die hadden misschien beter moeten opletten. Dan gaat het nu even over die 107 ondernemers. Daar zitten dus HVO-leden in en niet HVO-leden.
Die niet-HVO-leden hebben dus ook nu tegengestemd. Waarmee eigenlijk toch moet worden aangegeven dat de reactie vanuit het bestuur van de HVO niet gebaseerd is op het consulteren van hun leden. Of in ieder geval niet of onvoldoende. En de mensen nu zeggen allemaal eigenlijk 100% unaniem, wij willen geen afsluiting van die dijk. Dan kan je inderdaad B zeggen, wat wil je dan wel? Ja, dat is mij niet gevraagd. Bovendien ben ik geen verkeerskundig specialist. Okay. Nou, even in aanvulling op uw twee weken termijn. Volgens mij is er 4 weken gegeven en is vanwege de vakantieperiode de periode nog een keer met 4 weken verlengd. En dat zijn 8 weken en geen 2. Verder nog iemand van de commissie? Mag ik even reageren? HVO heeft mij verteld dat ze eerst 2 weken kregen en daarna aangevuld met 4. Even los daarvan, u doet het in een zomerperiode waarin en de ondernemers het druk hebben, dan wel dat ze met vakantie zijn. Goed, er is nu genoeg gewitten, Piet. Nee, u vraagt. Ik geef feiten. Ik ook. Ik geef ook feiten. Ja, dan ben ik verkeerd geïnformeerd door het HVO. Ja, nou, maar goed, daarom geef ik ook in aanvulling op uw gezegde de periode van 4 weken en 4 weken aan. Want anders dan gaan dan blijf ik bij het standpunt dat anders dan gaan de karikaturen ontstaan dat er hier maar wat gedaan wordt. Dat zeg ik niet. En dat wil ik gewoon wegnemen. Dat zeg ik niet. En als dat zo is, dan neem ik dat terug. Ik geef alleen aan dat in die 8 weken zowel de leden van de HVO als de overige ondernemers dan eigenlijk geconstateerd hadden moeten worden wat ze ervan vonden. Ik stel de wethouder straks in de gelegenheid om even het proces te schetsen voordat we beginnen aan het onderwerp. En dan hebben we dat ook achter de rug. Verder nog iemand vragen voor meneer Majoré? Niemand? Dan mag u uw plaats innemen en dan is het de beurt aan de heer Christian Peters namens de Belangengroep Ondernemers Om en Zuid. Test. Ja. Geachte commissieleden, ik sta hier namens de ondernemers Om en Zuid en ik sta hier om mijn zorgen te uiten, ook over het voorgenomen plan de vechtkade voor het autoverkeer af te sluiten. Ik spreek voor 14 ondernemingen aan de Zuidkant en ik spreek ook voor ze als ik zeg dat ik met verbazing de verkeersvisie 2030 heb doorgelezen. En dan gaat het niet zozeer om de knelpunten die in dat plan genoemd worden, maar vooral over het ontbreken van de input van ondernemers. En dan heb ik het niet alleen over de ondernemers aan de noordkant, maar vooral ook over die van de zuidkant. Ik weet mij nog goed te herinneren dat Royal Haskoning ruim 10 jaar geleden in opdracht van de gemeente een verkeersstructuurplan heeft opgesteld. Waarbij voor de destijds Varsnerdijk nadrukkelijk werd gesproken over een knijp en niet over een knip. En dit is ons ook voor de verdere toekomst als ondernemers toegezegd dat het altijd om een knijp zou gaan en niet om een knip. En nu zitten we in een veranderende situatie en is onze vraag, gelden deze afspraken dan niet meer? Een hele belangrijke vinden wij. Ondanks het feit dat de verkeersdruk enorm is afgenomen, schijnt er nog steeds een onveilige situatie te vloeien. Nou moet ik zeggen, persoonlijk ondervind ik dat niet in de dagelijkse praktijk. Ik vind dat de situatie beduidend veiliger is geworden. Waarbij wel als groot knelpunt de fietsoversteek bij de Vechtbrug naar de Julianastraat genoemd kan worden. Maar verder op de Vechtkade is het helemaal niet onveilig in onze ogen. De weg voor auto's afsluiten is natuurlijk de eenvoudigste manier om een nog veiligere situatie te creëren. Alleen het economische belang voor deze vechtaden, de wet al eerder gezet, is helemaal niet meegenomen in het plan, in de verkeersvisie 2030. Onze ondernemers gaat er niet alleen om het feit dat de kortste en de snelste route voor het bestemmingsverkeer verdwijnt, maar ook dat door de knip de toerist niet meer door het bruisende Ommen rijdt en hierdoor ook de impuls verliest om te stoppen. En dan zeggen wij ondernemers uit het oog, uit het hart, want zien is verkopen. De alternatieve route zoals die nu wordt geschetst is over de Balkenweg en de Slagenweg. En als ik toerist ben en ik moet over de Balkenweg en Slagenweg om me door of op mijn plek te komen, dan zou ik niet zeggen, goh, dit is een leuke plek om even te stoppen. Ommen moet het juist hebben van haar charmante kern, die goed bereikbaar is.
En dat het soms druk is, is ook onderdeel van de attractiviteit, want het bruist immers. Bij een verdere opwaardering van de N340 ter hoogte van de viaduct zal straks een nog groter deel van het doorgaande verkeer de route van de noordkant van Ommen kiezen. En daarbij dus ook nog een verlaging van het verkeer tot gevolg heeft. En je gaat bij het afsluiten van de Vechtkade een oplossing voor een probleem zoeken die straks al minder groot is, is onze mening. Wij zijn van mening dat wanneer er voor een duidelijkere scheiding van de verschillende weggebruikers wordt gekozen, de weg prima open kan blijven. En je kan denken hierbij aan duidelijkere verkeersregels, een betere afscheiding, autoweg, voetgangers. Maar misschien nog wel belangrijk om hier te zeggen, ik wil daar niet te gedetailleerd op ingaan. Want ik denk dat het juist van groot belang is dat wij betrokken worden in dat proces. En dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Die zorgt voor een nog veiligere situatie. Maar die ook zorgt voor een goede bereikbaarheid van de bedrijven aan de Ommen-Zuidkant. Als bedrijven in Ommen-Zuid zijn wij natuurlijk afhankelijk van een aantrekkelijke, maar ook hele snelle route naar onze bedrijven. En als de gemeente straks besluit om de weg, de Vechtkade, af te sluiten, moeten wij bloeden voor de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. En een goede bereikbaarheid is niet alleen van groot belang voor een vitaal centrum, zoals al werd gezegd, maar ook voor een duurzame bedrijfsvoering voor de bedrijven aan de Ommen-Zuidkant. En dat is mijn verhaal. Wie heeft er een vraag voor de heer Peters? De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Duidelijk betoog. Eén vraag. Ik zal niet dezelfde vragen stellen van wat zou, want wou je niet op ingaan, van wat zou de oplossing wel kunnen zijn. Alleen in je redenatie, heel terecht zeg je denk ik van, goh, toerismeverkeer kan het aantrekkelijk maken om dan te stoppen, een aantrekkelijk centrum. Een van de voorstellen betreft ook pollers in de spits. Paaltjes die omhoog gaan, 's ochtends tussen 7 en 9, 's middags tussen 4 en 6. Bijvoorbeeld. Ik zou me voor, mis in mijn beeld, zullen daar waarschijnlijk heel weinig toeristisch verkeer tussen zitten. Je zou natuurlijk wel het doorgaande verkeer, dan wel naar Zwolle, dan wel naar Zuid, zou je op die manier natuurlijk kunnen ondervangen. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan als ondernemers aan de Ommen-Zuidkant? Nou ja, goed, dat staat in het plan, hè. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar wat ons betreft is het een schijnoplossing. Want je moet vooral richting de consument, hè, de toerist, moet je duidelijkheid verschaffen. Niet soms wel, soms niet. We merken het ook in onze huidige bezigheden al. Als de Ommen-Bissing er is, is de weg afgesloten. En dan zie je op zulke dagen mensen die gereserveerd hebben voor, ik noem in mijn situatie even een sloep. Dan weet je, die komen een kwartier te laat op die dag. Gewoon omdat ze niet weten dat de weg is afgesloten. Dan ben ik dan blij dat die mensen in ieder geval gereserveerd hebben. Maar voor de mensen die op de Bonnefoy komen, ja, die gaan een dorp verder. Ja, dus het is niet echt een oplossing in onze ogen. Verder nog vragen? Verder zijn er geen vragen. Dan meneer Van der Molen van Plaatsgebelang Vilsteren. Meneer de voorzitter, commissieleden. Erg plezierig om nog even aanvullend op de schriftelijke reactie die we hebben gestuurd, nog even een paar punten eruit te halen. U kent Vilsteren ongetwijfeld. Het is een zeer liefelijk gelegen, mooi gelegen dorpje. En het is ook zeer overzichtelijk. Feitelijk heeft het één grote weg, één doorgaande weg tussen Dalfsen en Ommen. En dan nog wat kleinere zijwegen. Maar met name die grote weg die tussen Dalfsen en Ommen ligt. Daar merken wij direct effecten op het moment dat ergens in het gebied tussen Zwolle en Hardenberg veranderingen plaatsvinden in verkeersstromen en in infrastructuur. En een van de punten waar wij vooral aandacht voor hebben gevraagd is dat we op een aantal momenten op de dag merken dat we veel autoverkeer krijgen wat niet ter plekke in het dorp thuis hoort en wat met een behoorlijke snelheid door het dorp heen gaat. Wat zeker in combinatie met de school die wij aan de weg hebben liggen, de Willy Brodders school, maar ook met de horeca en de overige werkgelegenheid, ja, dat levert toch in onze beleving onveilige situaties op. En op het moment dat je in een nota aangeeft dat je voornemens bent om je eigen centrum autoluw te maken, hetgeen wij uiteraard kunnen plaatsen,
dan is het wel zaak om ook te weten van als we daar gaan drukken, wat voor effecten gaan er dan op andere plekken in de gemeente ontstaan. Dat is een beetje een beeld van wat we uit deze nota overhouden, dat we hem net niet helemaal evenwichtig genoeg vinden, omdat het buitengebied, zeg maar, de kernen om de grote kernen heen, eigenlijk nou ja, een beetje worden weggeschreven. Als van dat monitoren we wel, dat houden we wel in de gaten. Maar nergens staat klip en klaar. Hoe gaat u dat doen? Wat gaat u doen op het moment dat de cijfers inderdaad aangeven dat er sprake is van een behoorlijke toename van het sluipverkeer? Dus in die zin zouden we graag wat hardere uitspraken willen hebben van u op het gebied van verkeersveiligheid, op het gebied van bereikbaarheid, ook van de kleinere kernen om me heen. Dat geldt ook een beetje diezelfde opmerking voor toeristisch recreatieve fietsverkeer bijvoorbeeld. Mensen komen naar Ommen, niet alleen om de plaats Ommen, maar uiteraard ook om al die kernen daaromheen. Dus op het moment dat je het hebt over het verbeteren van je toeristische aantrekkelijkheid, neem dan die kernen op het gebied van infrastructuur ook duidelijker mee dan wat nu op dit moment in deze nota staat. Waar wij wel zeer veel waardering voor hebben, en daarmee sluit ik mijn bijdrage af, is de openhouding vanuit uw kant om met ons in gesprek te zijn als plaatselijk belang. En wij hopen ook van harte dat u deze houding blijft vasthouden. Vragen voor meneer Van der Molen. De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Ik denk het terecht dat u opkomt voor de belangen van Vilsteren. Ik denk dat dat ook bij ons een van de vraagpunten zal zijn straks richting de wethouder. En terecht niet alleen monitoren, maar welke eventuele maatregelen zou u zelf zien? Waar zou u dan eventueel op zitten te wachten? Want ik kan me ook voorstellen dat u Vilsteren zelf ook niet wil afsluiten voor alles. Nee, dat kan ook niet, hè? Want dat gaat ten koste van de werkgelegenheid en uiteraard de bereikbaarheid van zeg maar even de kleine kern die wij in het dorp nog kunnen onderscheiden. Maar op het moment dat je constateert dat je op een aantal momenten van de dag, hè, tussen 6:00 en 9:00, vanaf 4:00 tot 6:00, 7:00 in de avond, behoorlijk veel hardrijdend verkeer en kleine autootjes door het dorp ziet scheuren, ja, dan zullen we daar met elkaar toch iets aan moeten kunnen doen. En of het dan door middel is van verkeersaanpassingen aan de weg. Hè, je maakt er, of je zet er bloembakken neer, of je maakt er vernauwingen in, of je zet er een cameraval bij. Ik ben geen verkeerskundige, maar ik kan me allerlei dingen voorstellen waardoor we in staat zijn om die snelheid naar beneden te krijgen. De heer De Vries Robles. Ja. Ik denk dat u eigenlijk al antwoord gegeven hebt op mijn vraag, maar ik stel hem toch nog wel even. Want u geeft aan autoverkeer op bepaalde tijdstippen van de dag, sluipverkeer. Ik denk dat u dan heel sterk op woon-werkverkeer duidt en veel minder op toeristisch verkeer. Nou, we hebben geen goed inzicht in het cijfermateriaal, hè. Dus als we over een langere periode zouden checken van uit welke doelgroepen of uit welke verschillende verkeersstromen bestaat het totale beeld. Ik heb daar geen inzicht in. Maar ik heb sterk het gevoel dat u wel tijdstippen noemt waarop we weten dat de N340 ook erg druk is. En dat zou kunnen verklaren waarom men een parallelweg van de N340 probeert te gebruiken. Dus dat kon ook wel eens betekenen dat op het moment dat de problematiek op die N340 verbetert, en althans de provincie is hard bezig om daar de doorstroming op de weg, hè, met de spoorwegovergang en de situatie ter plekke van Dalfs, om daar de doorstroming te verbeteren, dan kon het ook nog wel eens zo zijn dat de problematiek in Vilsteren dan in ieder geval niet verslechtert op dat moment. Dus dat de relatie met ons verkeerscirculatieplan in die zin er in mindere mate is. Natuurlijk, het is altijd ook een route die als parallel van de grote route beschikbaar is, maar het lijkt me niet een situatie die echt kausaal groot verband met ons verkeerscirculatieplan heeft. Wat is nou de vraag? Nou, de vraag is dan van, herkent u het beeld dat het op die tijdstippen is? Dat we het hebben over de drukte in de ochtendspits op de N340. En als dat zo is, is dan niet de oplossing in uw ogen veel meer dat je moet zorgen dat de sluipweg niet gebruikt wordt als sluipweg? Dat is een vraag en een constatering. En dit was bedoeld om vragen te stellen. Nou, de vraag is heel helder. Van, steekt het op de tijdstippen dat wij denken dat het met de congestie op de N340 te maken heeft? Loopt dat parallel? Dat was de vraag. Heer Van der Molen.
Dat zou heel goed kunnen, maar dan zullen we toch met elkaar daarover verder moeten praten. En nogmaals, ik blijf toch ook van mening dat op het moment dat u de verkeers- of de vechtkade afsluit of andere verkeersmaatregelen neemt, eigenlijk in de eigenlijke kern van Ommen, dan zal dat ook een effect hebben op het buitengebied. En dat zul je toch heel erg wat scherper in de gaten moeten hebben of krijgen dan dat we nu op dit moment uit die nota halen. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. Er is gesproken over afsluiting van de vechtkade of inrichtingsverkeer bijvoorbeeld. Hoe kijkt u daar tegenaan? Daar hebben we geen mening over. Nee. Dan mag u uw plaats innemen. En dan is de beurt aan de heer Van Elburg namens de ondernemers aan de markt. Ja, ik kan het heel kort houden op dit moment eigenlijk. Want Christian Peters heeft al een groot gedeelte van waarom we tegen het sluiten van de vechtkade zijn. Ik heb dan wel een aanvulling op. Wat wij heel erg belangrijk vinden als ondernemers aan de markt, is dat wij een stukje reuring willen houden. En die reuring is van motoren waar langskomt. Trikes, noem maar wat, mensen die verblijven op het markt of bij ons op het terras of rondlopen door het centrum, vinden het allemaal heerlijk om te zien. En wij zouden het heel erg vinden als die weg dicht gaat en dat je die reuring kwijtraakt. En dat vooral in de winter we een heel doods plein zullen gaan krijgen. Dat is hetgeen wat ik wou vertellen. Heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de bijdrage. Ik probeer u niet op de woorden te vangen. Maar ten eerste was ik benieuwd naar, want jullie hebben er zicht op, uw ervaringen met shared space. Zoals u dat u voor de deur ziet, het delen van. Ja. En de tweede is, van met nadruk zegt u van in de winter zou het wel eens erg rustig kunnen worden. Nou, dat kan ik me iets meer voorstellen. En ik snap u dat u daar niet voor pleit, maar zeg u daarmee van ja, bij de zomer kunnen we ons wel iets bij maatregelen voorstellen. Dat het dan inderdaad toch dusdanig chaotisch voor de deur is en misschien wel onveilig, dat daar eventueel wel iets zou moeten gebeuren? Nou, maar dat zal in de. Ik denk dat je in de verkeersveiligheden wel bepaalde dingen kan aanpassen aan de weg. Of beleidingen of haaientanden of. Het kan wel anders ingekleed worden. Eén aanvullende. Dat is natuurlijk niet de opzet geweest van de shared space zoals we het nu op de markt kennen. Ja, daar is juist dat de verblijvers voorrang hebben en dat de rest zich aanpast. En ik denk als ik nu zelf naar de praktijk kijk, maar jullie zitten er dichterbij, dat het eerder andersom is, dat alle verblijvers zich aanpassen aan de verkeersstroom die er tussendoor gaat. Ja, het shared space werkt naar ons inzien niet, nee. Ik constateer dat er verder geen vragen zijn. Dan gaan we over tot behandeling van het onderwerp. En ik geef het woord even aan de wethouder. Zodat hij even het proces kan schilderen. Maar ook even het karakter van het onderwerp aangeeft. Ja, dank u wel, voorzitter. In januari zijn alle belangenorganisaties, dus vertegenwoordigers van bepaalde achterbanen, uitgenodigd door de gemeente. Om mee te gaan denken over de nieuwe verkeersvisie 2030. Wat zijn de knelpunten? Wat ervaart uw achterban als knelpunten en welke mogelijke oplossingen kunt u daarvoor aandragen? Dat ging van het OOG tot en met de Fietsersbond, tot en met politieke partijen, de HVO, de OVO. Ik hoorde net zeggen dat de ondernemers niet vertegenwoordigd waren. Het OVO was alle keren vertegenwoordigd. Het OVO was ook vertegenwoordigd op de bijeenkomst van maart. En we hebben er steeds pauzes tussen geladen. Zodat men kon overleggen met de achterban. Vervolgens is alles wat aangedragen is door het verkeerskundig bureau beoordeeld op toepasbaarheid, dan wel strijdigheid en eventuele invulling in de totale verkeersvisie. Die verkeersvisie is in de eerste week van juli met allen gedeeld. Met het OOG, met de Fietsersbond, met de politieke partijen, met de HVO en met de OVO. Alle belangenpartijen die bij ons bekend waren. Van sommigen kregen wij terug dat de reactietermijn te kort zou zijn, want de vraag was om uiterlijk 8 augustus
te reflecteren. We hebben die termijn verlengd met bijna een maand of men voor 7 september dan zou willen reageren. Iedereen heeft daaraan gehoor gegeven voor zover zij daar behoefte aan hadden. Die zienswijzen, die reacties zijn van een reactie voorzien door de gemeente, de nota van antwoorden, inclusief de door de gemeente te nemen actiepunten. Dus dat de termijn van begin tot eind overal te kort zou zijn geweest, daar zet ik mijn vraagtekens bij. Het is alle belangenorganisaties gelukt om tijdig, inclusief de verlengde termijn, een reactie te geven. Wat wij graag willen van de politieke partijen om mede richting te geven aan hoe verder. Wat mist u? Waar moeten we aandacht aan schenken extra? Het college heeft zelf al een aantal tekortkomingen geconstateerd. Dat kunt u lezen op bladzijde 3 en 4, waar wij nog graag nader onderzoek willen. Maar wat we in ieder geval willen weten. Kijk, die fietsbrug, utilitair en recreatief, zou een aanwinst kunnen zijn, is gewoon een brug te ver. Letterlijk een brug te ver. Mooie stip op de horizon. Nu niet een punt om over te discussiëren. Wat we graag willen weten. Gezien de modellenberekening, het doortrekken van de Dantenweg, is dat een begaanbare optie, ja of nee? Er zijn pluspunten aan, daar zit een negatieve kant aan, maar uit de modellenberekening blijkt dat hij met name de westkant van Ommen goed zal ontlasten. Wat we ook graag willen weten, hoe gaan we om met de markt? Iedereen noemt een vechtkade, maar het is gewoon verkeer over de markt. Doen we daar niks aan, dan betekent dat dat ondanks de halvering die plaats heeft gevonden van ruim 15.000 naar 7.250 motorvoertuigen per etmaal, beoogd was een shared space te krijgen van rond de 3500 motorvoertuigen per etmaal. We zitten dus op meer dan het dubbele. We zullen dus iets moeten doen. Willen we dat qua verblijfsgebied aantrekkelijk maken? En ik zal niemand woorden in de mond leggen, maar meneer Remmers, ik denk en voel met u mee dat overige verkeersdeelnemers zich op dit moment aanpassen aan het vele vervoer dat over die weg gaat. Wij willen graag van u weten, doen we op dit moment niks. Wachten we bijvoorbeeld ontwikkeling bij Varzen af. Doen we wel wat, maar dan tijdens de spits. Want we hebben ook geconstateerd dat heel veel mensen het gewoon gebruiken als de snelste verbinding van A naar B. En laten we hem na de spits open, zodat mensen die echt in Ommen willen verblijven, recreëren, boodschappen willen doen. Gewoon vanaf 9 uur, want ongeveer de opening van de winkels in Ommen. Dat die gewoon Ommen kunnen bereiken op de parkeervoorzieningen die we daarvoor hebben. En gewoon kunnen winkelen en verblijven. Dus dat willen we graag ophalen op die punten, voorzitter. Dan geef ik de commissie mee dat we ons niet moeten verliezen in details, maar op hoofdlijnen reageren op het stuk en de 4 vragen die gesteld zijn beantwoord worden. En ik neem aan dat iedereen het woord wenst te voeren. Het woord is aan de heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het concept van de verkeersvisie Ommen 2030. De commissie wordt gevraagd de reactienota en de verbeterpunten te verwerken in de conceptverkeersvisie 2030 en de conceptvisie vrij te geven voor inspraak waarbij rekening wordt gehouden met de richtinggevende uitspraken. Voorzitter, het CDA heeft in de aanloop naar deze verkeersvisie in het voorjaar van 2015 en in augustus van dit jaar de nodige input geleverd. Ook bewoners zijn betrokken bij de input van deze verkeersvisie. Zo zijn plaatselijke belangen en andere organisaties betrokken. Het CDA vraagt zich echter wel af of en hoe de bewoners van Ommen zelf zijn betrokken. Wellicht dat de wethouder hier nog iets over kan zeggen. Dan terug naar de voorliggende verkeersvisie, voorzitter. Het gevaar zit erin dat we ons allemaal blind gaan staren op al de acties die in deze visie staan vermeld. Waar moet het hier nu over gaan? Moet het nu gaan over de maatlat waarlangs we te nemen maatregelen willen leggen? Of moet het nu gaan over de acties die hieruit dienen voor te vloeien? Het CDA is de mening toegedaan dat de commissie eerst de criteria, stel de visie vast, om daarna te kijken welke acties daaruit zouden moeten voortvloeien. Het CDA zal dan ook een reactie geven op de visie en niet zozeer op de acties die concreet benoemd zijn. Met in het achterhoofd de algemene ontwikkelingen die er zijn, zoals die van e-bikes, zelfsturende auto's en in bijzonder de ontwikkelingen die er in Ommen zijn, bijvoorbeeld de nieuwbouw Ommen-Oost, dient wat het CDA betreft in de verkeersvisie in overeenstemming met landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid de volgende uitgangspunten te worden opgenomen. De infrastructuur moet dusdanig zijn
dat Ommen en de kernen bereikbaar zijn en blijven. Het beter benutten van bestaande systemen van alle modaliteiten om zo de ontwikkeling van een duurzaam verkeer en vervoerssysteem aan te moedigen. Het creëren van een veilig fietsnetwerk. Het verbeteren van de fietsveiligheid. Iedereen heeft evenveel recht op een veilig gebruik van de weg. En graag bijzondere aandacht voor de zwakkere weggebruiker. Dan moet u denken aan voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen. En verder zoveel als mogelijk rekening houden met de economische belangen en de leefbaarheid van Ommen. En zorgvuldig omgaan met natuur en milieu. Met inachtneming van deze punten, voorzitter, zal een visie opgesteld moeten worden. Aan deze visie zullen dan concrete acties gekoppeld moeten worden, die getoetst zijn of worden aan deze visie. Ten aanzien van deze acties wil het CDA te zijnde tijd terugzien wat prioriteit heeft. Met andere woorden, wat gaan we wanneer doen en welk budget wordt daaraan gekoppeld? Dan nog iets over de richtinggevende uitspraken. Het wel of niet voorwaardelijk afsluiten van de Vechtkade. Het CDA is van mening dat de doorgaande verkeersstroom in het centrum van Ommen te groot is. Echter weten we ook dat het knooppunt Varssen nog aangepast moet worden en dat de bewegwijzering in Ommen ver onder de maat is. Nadat deze zaken zijn afgewikkeld, zal bezien moeten worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het verkeer zal meer gedwongen moeten worden om de externe rondweg te volgen. Dit zowel in Varssen als bij de Hesselmulusbrug. Gevolg is dat het verkeer op deze rondweg dan zal toenemen. Daardoor zal de nieuwbouw in Ommen Oost het nodige verkeer, waaronder onder andere schoolgaande kinderen, met zich meebrengen. Reden waarom het CDA getoetst aan de zojuist genoemde criteria en uitgangspunten een fietstunnel bij de Aldi in de verkeersvisie opgenomen wil zien. Doortrekken van de Dantenweg. Het CDA is niet voor het doortrekken van de Dantenweg. Het huidige wegennet volstaat voor auto's wat het CDA betreft. Fietsverkeer bij de Hesselmulusbrug, ook in relatie tot de Vechtkade en het voorstel van de fietsbrug. Voorzitter, regelmatig horen we dat men het verkeer op en nabij de brug als onveilig ervaart. Het gaat daarbij om het zogenaamde shared space gebied. Kan de wethouder aangeven of er cijfers en of rapporten onderzoeken zijn die aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een onveilige situatie? Wat we als CDA willen voorkomen is dat we iets gaan doen terwijl er eigenlijk geen probleem is. Daarmee zeggen we niet dat er geen verbeterpunten zijn. Voorstellen daartoe hebben we aangegeven in onze bijdrage vorig jaar en in augustus van dit jaar. Het CDA zou het college mee willen geven hier vooral mee aan de slag te gaan. Het CDA vindt de aanleg van een fietsbrug, zoals wordt voorgesteld, niet zinvol. Dat gaf u zelf ook al aan. Daarnaast vervuilt het de horizon vanaf de bestaande brug wat ons betreft. Voorzitter, tot slot. Het CDA wil nog aandacht vragen voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker. En dan met name in het buitengebied. Bij doorgaande wegen naar de kernen liggen vrijliggende fietspaden. Maar er zijn ook verbindingswegen waar het nodige gemotoriseerde verkeer overheen rijdt. En waar geen vrijliggend fietspad aanwezig is. Wegen waar toeristen veelvuldig fietsen en kinderen hun weg naar school vinden. Als voorbeeld noem ik de Stegendijk. We hebben hier al aandacht voor gevraagd voor de bermen in het buitengebied en nu doen we dat ook voor de vrijliggende fietspaden langs dergelijke wegen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst het verkeerscirculatieplan en de verkeersvisie die zijn een aantal keren aan de orde geweest hier. Heeft de raad inbreng ingeleverd. Alleen in onze optiek zijn dat wel goede documenten waar je zeg maar aanpassingen op moet hebben. Want als we teruggaan naar het verkeerscirculatieplan, waar het shared space in is benoemd en de situatie Verbrugmarkt, is in onze optiek zijn de zaken achterhaald. Voorzitter, als ik zeg maar kijk, want de emotie zit hem heel erg op de afsluiting van de markt en de situatie rond de Verbrug, dan zijn wij van mening, en daar had ik graag van de wethouder gezien, of dat mogelijk is dat daar een onderzoek komt naar bronbestrijding. En de bronbestrijding, de heer Dunnewind gaf het net ook al aan, begint in onze optiek om doorgaand verkeer om te leiden vanaf de vastende viaduct.
Want als ik het bekijk en hoor wat de inwoners van Ommen tegen ons zeggen, hebben ze last van het doorgaande verkeer van zuidoost naar west en 's middags weer terug. Dat geeft ook een onveilig gevoel in onze optiek voor de fietsers en de voetgangers rond de Verbrug CQ op het CSP-gebied rond de markt. Wat ons betreft wordt er gekeken en dan bij de bronaanpak van of we daar wat aan kunnen doen. Landbouwverkeer, vrachtverkeer te mijden, dat betekent een stukje handhaving. En ten tweede zijn er in onze optiek wel wat andere oplossingen te vinden aan het afsluiten van de weg. En dat zou betekenen in misschien het verbieden van links af te slaan vanaf de markt gezien richting de Julianenstraat en richting de Koevoordeweg. Want dat geeft dan een stukje rust in het verkeer in onze optiek. Maar dan zouden we graag van de wethouder horen of die dat wil onderzoeken wat daar de mogelijkheden in zijn. Voorzitter, ten tweede vinden wij, sluit ook aan bij wat de heer Dunnewind zegt, dat fietsers recht hebben op een veilig fietssnelweg vanaf marktcentrum naar de woonwijken. Dat vinden we eigenlijk te weinig belicht in dit stuk. En we willen graag horen van de wethouder hoe die daar tegenaan kijkt en of daar aanpassingen op mogelijk zijn. Ja, voorzitter, er is nogal wat meer dan alleen de markt. Want als je het stuk goed leest, en er zijn wat onderdelen wat helemaal overeenkomt wat we in het verleden al gezegd hebben, maar ook onderdelen waar we een stukje op moeten bijschaven. En een van de vraagpunten is de Danteweg. Voorzitter, doortrekken van de Danteweg is al iets wat al jaren aan de orde is in Ommen en in de gemeenteraad. We hebben vorige week een voorlichtingsbijeenkomst gehad over de sporthal en wij vragen van of de mogelijkheden, want we zitten toch een beetje in dilemma, of er nog mogelijkheden zijn om die Danteweg door te trekken. Want ik heb het vorige week al gekscherendeweg gezegd, of gaan we een tunnel onder die sporthal doorgraven? Wat zijn de mogelijkheden en welke richting gaan we met z'n allen op? Ik ben wel nieuwsgierig, voorzitter, want ook daar, als je kijkt naar de verkeersstromingen, dan is daar, omdat de N34 nog niet dat is wat die had moeten zijn, zijn toegenomen. En ik ben heel nieuwsgierig of er onderzoeken zijn naar verkeersstromen, hoeveel auto's gaan erover, hoe is het met de geluidsnormen gesitueerd. En als we hem doortrekken, wat betekent dat dan voor de geluidsnormen en de milieunormen in de wijken? Kijk alleen maar naar de fijnstof en het verkeersoverles. Ja, en als je dan praat over een fietstunnel, voorzitter, dan zouden wij de voorkeur hebben, als de Danteweg doorgetrokken moet worden, om een fietstunnel te leggen bij het Bernard Kobus Park. Want we zien dat daar heel veel fietsen doorgaan en zou ook graag willen zien dat het Bernard Kobus Park omgezet zou worden van voetpad naar fietspad. En dat zou kunnen door het bod G13, of de wethouder daar ook eens naar wil kijken. Voorzitter, ja, wat betreft de fietsbrug, dat zou een prachtige oplossing zijn. Alleen de financiële situatie van Ommen is dat in onze optiek niet haalbaar. Voorzitter, in het totale kader, en ik wijk een beetje af van de vragen, zou ik ook graag willen weten van de wethouder van hoe het gesteld is met de situatie rond de, want dat is van wezenlijk belang, dat is de spil van waar we nu over praten in het centrum. Van wat is de situatie bij de vastende kruising, vastende viaduct? Hoe gaat de provincie daarmee verder? En de tweede is, wanneer is het gerealiseerd? En wat betekent dat voor de oversteek, als we het hebben over fietssnelwegen, bij de N34 en de Vassenerweg? En daar wil ik het in eerste termijn even bij laten. De heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Wij spreken hier volgens ons heel nadrukkelijk over een verkeersvisie 2030 en verder. Dat wil zeggen dat wij in deze visie met gedachten moeten komen die naar de toekomst kijken en dat we ons dan moeten realiseren welke veranderingen er mogelijk op ons afkomen. In de aanhef van het rapport wordt er heel duidelijk ingegaan op een aantal ontwikkelingen die we zien op het gebied van gebruik van auto, op het gebied van het gebruik van het openbaar vervoer, op het gebied van het gebruik van de fiets. En met name, dat is niet een beweging die we niet alleen in Ommen zien, maar die zien we eigenlijk in de rest van Nederland, maar ook in het buitenland. Met name aan de functie van de fiets wordt veel meer belang gehecht dan aan de functie van autoverkeer in een binnenstad. En ik denk dat dat een van de belangrijke kenmerken is als je vooruitkijkt waar we rekening mee zullen moeten houden. Dat zou dan moeten betekenen dat je eigenlijk de structuur in de binnenstad voornamelijk qua kern richt op voetgangers en fietsers en dat de auto daar de gast is.
En ik denk dat in de visie die nu voor ligt, in ieder geval die gedachte, de kerngedachte is die we nu ook wensen te hanteren. En dan hebben we het over wel of niet afsluiten van de vechtkade. Feitelijk gaat het daar ook om een gedragsbeïnvloeding. Hè? Want we merken dat we allerlei maatregelen op basis van een uitgangspunt van 10, 15 jaar geleden aan het nemen zijn. Terugdringen van de autobewegingen over de dijk. We merken dat dat op dit moment niet voldoende gerealiseerd is. En vervolgens zitten we dan in onze verkeersvisie 2030 te bedenken van wat zouden we kunnen doen om die idealen die we destijds vastgelegd hebben in ieder geval te kunnen bereiken. Nou, ik denk dat met name wel of niet afsluiten van de vechtkade in dat licht gezien moet worden. We hebben ooit als streefcijfer 3500 bewegingen over de dijk gezet en dat is nog steeds ons uitgangspunt. Ik heb tenminste nog niet anders horen verluiden op dit moment. Als we het dan over die gedragsbeïnvloeding hebben, dan denk ik dat we eigenlijk, ondanks het feit dat we in de notitie die nu voor ligt goede aanzetten geven over gedachten daaromtrent, dat we eigenlijk die gedragsbeïnvloeding nog te weinig integraal benadrukken en integraal oppakken. We merken bijvoorbeeld dat het op dit moment ontbreekt aan fatsoenlijke bewegwijzering. We merken dat het op dit moment nog ontbreekt aan heldere parkeervoorzieningen. In de notitie wordt gesproken over ook een parkeervoorziening aan de kant van Ommen-Oost. Nou, als je de verkeersbewegingen over de dijk wil beperken, dan zul je in ieder geval aan meer dan één kant van het centrum een fatsoenlijke parkeervoorziening moeten hebben. Dat betekent namelijk dat niet iedereen door dat centrum moet om die ene parkeervoorziening te kunnen bereiken. Nou, ik denk ook dat we constateren dat ook rondom het autogebruik we eigenlijk nog niet goed weten waar het naartoe gaat. We constateren wel dat in de provincie Overijssel het autogebruik nog steeds toenemend is. Maar we constateren ook dat onder de jeugd bijvoorbeeld het hebben van een rijbewijs afneemt qua percentage. Dus de vraag is, als we naar de toekomst kijken, hoe zal dan dat autogebruik doorzetten? Dat weten we dus niet. Ik denk wel dat het van belang is, en dat vond ik wel een van de eye-openers die ik vandaag gehad heb door een van de insprekers. Nou ging het over degene die namens PB Vilstra kon spreken. Die aangaf dat ja, u bent daar wel in dat centrum bezig, maar u moet zich in toenemende mate realiseren dat gebeurtenissen in dat centrum ook gevolgen kunnen hebben voor de kleine kernen om dat centrum. En wat u in het centrum niet wilt, dat moet u ook in die kleine kernen niet willen. En kunt u daar nou meer aandacht aan besteden? Nou, ik denk dat dat een heel nadrukkelijk goed gehoord verzoek is, wat ik ook nog een keer zou willen benadrukken. Als we in het centrum niet willen dat daar doorgaand raceverkeer is, dan zouden we ervoor moeten zorgen dat we dat in de kleine kernen ook niet realiseren. Flankerend beleid op dat gebied zou ik dus eigenlijk ook wel noodzakelijk vinden. Nou, kijken we dan vervolgens naar de vier vragen die u ons stelt. Het wel niet voorwaardelijk afsluiten van de vechtkade. Nou, een eenduidig antwoord denk ik daarop kunnen we op dit moment nog niet geven. Maar het zal duidelijk zijn, terugdringen van de huidige verkeersstroom is prioriteit nummer 1. Fietsverkeer bij de Hesselt-Mullenbrug. Nou, ik denk dat het fietsverkeer bij de brug niet losgezien kan worden van wat we op de vechtkade doen. Want als we op de vechtkade het autoverkeer sterk terugdringen, dan zal de aanrijroute naar de brug in ieder geval ook veel minder de conflict situatie tussen autoverkeer en fietsverkeer gaan geven. Dus ik denk dat je die twee dingen in verband met elkaar zou moeten zien. Doortrekking dan te weg in relatie tot bouwsporthal. Nou, ik denk dat we daar ook de voorgaande sprekers al geconstateerd hebben van dat we die twee dingen niet los van elkaar kunnen zien. Maar wat ons betreft zou het wel een heldere oplossing zijn voor de westzijde van het centrum als er een doorgaande weg richting de Balkenweg komt. Dus in ieder geval richting het noorden. Want dan kan het verkeer wat in de westkant van Ommen woont op een eenvoudige manier de hoofdontsluiting van Ommen bereiken. Dus enige ratio ligt er wel achter die gedachte. En ik denk dat verder onderzoek in ieder geval met relatie tot de sporthallen absoluut noodzakelijk is. Nou, dan het voorstel van de fietsbrug. Ja, op zich lijkt me dat een prachtig beeld van een fietsbrug over de Vecht die het verkeer tussen,
nou, west en centrum en het station vergemakkelijkt. Maar we moeten ook wel de kosten afwegen ten opzichte van wat we daarvoor realiseren. En ik denk dat op dit moment je in ieder geval kunt zeggen dat gezien onze financiële positie die vechtbrug voor fietsers geen haalbare kaart is. Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Laat ik even beginnen met de input van de VVD. U heeft allemaal het verslag gelezen van de input van een aantal politieke partijen. Ik had stil de hoop gehad dat de input die u bij ons opgehaald heeft en genoteerd had en meegenomen. Dat heeft u inderdaad terecht gezegd. Is ook verwerkt in het stuk, maar staat niet in de opsomming van het lijstje. Maar goed, het zij u vergeven. Het is niet zo'n ramp, want de zaken staan er wel in. Ten aanzien van het proces, goed dat u dat even heeft uitgelegd. Het is ontzettend belangrijk, dat bleek ook wel uit de reactie van de insprekers, om iedereen mee te nemen. En ik denk dat het misschien ook voor ons als raad handig is, want ik kan me zo voorstellen dat de organisaties met hun achterban contact hebben gehad, dat er verslagen van zijn van ledenvergadering die tussen januari en de zomer gehouden zijn, dat daar voor ons kopieën beschikbaar zijn, zodat we ook meer kunnen meekijken wat de discussie geweest is binnen de achterbannen van de verschillende organisaties. Als ze er niet zijn is het jammer, maar ik kan me dat wel voorstellen, want van januari tot de zomer is een hele tijd geweest om terug te koppelen wat er in die twee sessies gebeurd is. Goed, dan gaan we naar de nota aan zich. Nou, allereerst de complimenten, want het is natuurlijk een enorme operatie geweest om alle input die er gegeven is door al die partijen te verwerken in een notitie die ons tot nu toe vier richtinggevende keuzes laat. En ik heb het verhaal wat ik voor u heb, daar zitten die vier vragen die u heeft, zitten daar ook bij in. De belangrijkste die natuurlijk iedere keer op ons afkomt nu, wat overigens niet de belangrijkste is, want er zijn er meer, maar het is een hele belangrijke, dat is dus een discussie rondom al of niet afsluiten, tijdelijk of deels of helemaal van de vechtkade of de markt, zoals u het noemt. Als ik bekijk wat voor verkeersstromen we daar vinden, die nog de aantallen verhogen zoals ze nu zijn, heeft dat te maken met vier typen verkeersstromen. Dat is het forensische verkeer, dat is het toeristische verkeer, dat is het vrachtverkeer en het toch ook nog steeds landbouwverkeer wat daar gebruik van maakt. De laatste twee zullen er volgens mij technische mogelijkheden zijn dat een vrachtwagens die het moeten bevoorraden wel langs kunnen, maar op bepaalde momenten ook weer niet. Dus als je een bevoorradingsmoment pakt, als u dan toch over paaltjes hebt, maak dan een doorgang tot de spits zo breed dat de bevoorrading kan plaatsvinden, maar buiten die periode niet. En dan is voor het landbouwverkeer de bocht ook niet te halen. Ik zal straks op het landbouwverkeer nog terugkomen als ik iets over de Danteweg zeg. Wat betreft het forensische verkeer, de inspreker die aangaf het economische belang als passerende mensen, vooral de toeristen, de sfeer proeven in het gebied, daar kan ik me alles bij voorstellen dat ook het moment is om te denken, hey, we blijven hier. Want heel veel mensen reizen gewoon over de toeristische wegen door het Vechtdal heen en zijn niet heel snel van zins om van Zwolle naar Hardenberg te gaan. Waarom zouden ze ook, als ze door mooi omgaan, dan kiezen ze toch de toeristische route, lijkt mij. En dat betekent dat ze dus heel graag gebruik willen maken van die vechtkade. Die mensen hebben ook geen haast. En wij kunnen ons zo voorstellen, dat hebben we ook al bij onze ledenvergadering aan u meegegeven, dat je de voorrangssituatie voor de mensen die vanaf de markt richting de brug gaan en dan linksaf moeten de Julianenstraat in of rechtsaf de brug over. Overigens die linksaf slaan verbieden, is best wel een goede optie. Maar die rechtsaf moeten die geen voorrang hebben. En dat is voor mensen die in een toeristische setting zijn helemaal niet erg. Is zelfs heel positief, want dan staan ze wat langer daar te wachten. En dan zien ze nog beter hoe mooi het is. En hebben ze nog meer reden om te zeggen, we blijven hier. En het forensische verkeer zal dan snel de lol eraf gaan om daar zo lang te moeten wachten voordat ze rechtsaf kunnen. En dan meteen weer linksaf naar de Koe voor de Weg. Voor het verkeer wat er überhaupt trouwens wel moet zijn, om wat voor reden dan ook, omdat men hier gewoon woont of die weg gewoon nodig heeft. Heeft u al eens een keer aangegeven om iets aan de opstellingsmogelijkheden te doen daar, zodat mensen die linksaf gaan niet het verkeer van rechtsaf tegenhouden. Maar dat is een technische opmerking die ik toch nog graag even mee wil geven. Voor wat betreft het sluipverkeer naar Vilsteren, wat net al even door de inspreker werd aangegeven, maar ook andere sluiproutes, ben ik het wel met mijn voorgaande spreker eens om dat even goed te monitoren en te kijken wat de effecten zijn. We hebben hier in huis een heel mooi verkeersmodel ooit aangeschaft, dus het is heel goed meetbaar wat daar de effecten van zijn. En misschien zijn er ook wel verkeersremmende maatregelen te nemen in die sluipwegen die het ontmoedigen om
als sluipverkeer die routes te pakken. Dan de Danteweg. Ik heb u net aangegeven dat wij nog even reageren, ook qua landbouwverkeer. Als de Danteweg doorgetrokken zou zijn, zou dat misschien ook een oplossing zijn voor het landbouwverkeer. Die nu de weg nog door het centrum zoekt. Maar kijk daar maar eens naar. Volgens mij kon dat nog wel eens een handige oplossing zijn. Wat wij wel vinden is dat je ook draagvlak daarvoor moet hebben. Dat is net ook al aangegeven. Kijk goed wat doet het in de wijk. Kijk goed wat het doet bij het Verdal College. Want we hebben daar al een commentaar op gezien. Kijk goed wat het doet met plannen rondom wat voor bouw dan ook. Dus weeg dat tegen elkaar af. Kijk ook vooral naar de financiële haalbaarheid vanzelfsprekend. Maar maak in ieder geval, ook al is de Danteweg tussen nu en 2-3 jaar geen optie. Omdat gewoon de middelen er niet zijn. Maar als we zeggen van nou over 5 tot 6 jaar is dat een reële optie. Gezien de stukken die ik nu gelezen van de begroting, kunnen we dan weer denken aan dat soort investeringen. Neem geen onomkeerbare besluiten die dan het doortrekken onmogelijk maken. Want dan zetten we ons wel klem en dat zou ontzettend jammer zijn. Dus maak die afweging wel bij dit soort momenten. Eén ding willen wij nog heel graag meegeven, dat is wat ook aangegeven is in het stuk. Dat is de eventuele aansluiting vanuit Ommen-Oost op de N36. Er staat ook nog weer de optie van de aansluiting op de 48, dat is vanuit de Zwolseweg. Er zijn al eerder verzoeken, de Maritoba-rotonde heb ik al helemaal niet meer in beeld. Om dat door die natuurgebieden te trekken, want dat is volgens mij al zo zwaar afgeschoten door allerlei partijen, is het helemaal niet ter discussie. Maar als je kijkt bij de aansluiting Zwolseweg en de N36 vanuit Ommen-Oost, de nieuwbouw daar. Voordat je op maar iets uitzoekt, ga alsjeblieft even met partijen om tafel die daar een veto over hebben. In dit geval Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, bij de 36. Want ik meen me te herinneren dat het een 100 kilometer weg is, dat het geen optie is. In verband met het korte stuk wat het is vanaf de beide rotondes 48 en de Witte Paal. Nou, eigenlijk hebben we het al een beetje aangegeven dat hoge kostenmaatregelen die in het stuk staan, en ik heb al eerder gehoord, die willen we wel in beeld houden. We moeten nu niet in de kramp schieten van we gaan dingen niet afschieten omdat we het geld er niet voor hebben. Maar het is een visie voor de toekomst, dus laten we ze wel in beeld houden en in ieder geval prioriteren. Dat is al eerder aangegeven. Dan nog even een opmerking over het parkeren. Iedere verkeersmaatregel brengt zoekverkeer met parkeren met zich mee. Dus bewegwijzering, het is al eerder aangegeven, is ontzettend belangrijk. Wij hebben bij de nota die we over de visie van het centrum besproken hebben al aangegeven dat wat ons betreft parkeren aan de oostkant bij de molen opgepakt moet worden. En in overleg met de bewoners daar hoe dat eruit ziet en met de maatregelen zodat er geen sluipverkeer over dat terrein loopt. Maar pas op dat we nu niet al in ons verkeersplan maatregelen nemen die parkeerstromen die we straks graag willen hebben hinderen. Ik zit bijvoorbeeld te denken, en dat is misschien helemaal nog niet meegenomen in de gedachte van de laatste fase van het centrum. Het gebied aan de Varsende Straat, waar de verszaken bijvoorbeeld zitten. Als je naar de slager kijkt, die zal toch een stopplek, een haal- en brengplek moeten hebben als mensen barbecue spullen komen halen, noem maar op. Als je dus daar geen enkele voorzieningen meer zou treffen in je verkeersplan, dat daar auto's kunnen stoppen om even te laden en te lossen, kon je dat stukje wat zich prachtig zou kunnen ontwikkelen tot een versgebied, wel eens meteen een nek om kunnen drijven wat betreft economische haalbaarheid. Dus neem dat ook vooral in het overleg met de verschillende ondernemers die daar zitten mee. Dus nogmaals, parkeergedrag heeft ontzettend veel effect op de verkeersstromen. Dan de laatste opmerkingen, voorzitter. De kernen, dat is al gezegd. Pas op dat het allemaal goed bereikbaar blijft en geen sluipwegen zijn. Economisch belang is niet alleen ligt niet alleen in de kern voor de winkels. Maar het is ook ontzettend van belang dat de verkeerscirculatie voor de bedrijventerreinen van economisch belang moet zijn. We hebben nog wel onze vraagtekens bij de lust die nu geprojecteerd staat tussen de Nieuwe Weg en de Strangeweg of Slagenweg? Strangeweg volgens mij. Want daar loopt nog die Zogebosstraat aan de andere kant, waar men langs kan. Maar misschien is ook daar de bewegwijzering niet op orde, zodat het vrachtverkeer niet het idee heeft dat ze daar rond kunnen rijden. Bewegwijzering is al gezegd. En dan nog even, ja, het is bijna een kreet. Een toekomst kijken, hè, naar 2030 is heel erg belangrijk. Dus ik vind de profetische woorden van mijn buurman waardevol. Maar pas op, de toekomst voor het centrum van Ommen en de rest van Ommen begint morgen. Dus neem alle economische opmerkingen die er gemaakt zijn zeer ter harte. We doen het echt goed in Ommen. Houd het alsjeblieft vast. Pas op dat we ons niet uit de markt prijzen. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, veel gezegd al over de verkeersvisie. Complimenten voor het stuk, ook voor alle belangengroepen en plaatselijke belangen die hier aan meegewerkt hebben.
Laat ik gewoon eens even de hoofdpunten eens even langslopen, want er is al heel veel gezegd. Het wel of niet voorwaardelijk afsluiten van de vechtkade, ja, dat heeft er te maken. Ons inzien is ook heel erg veel te maken met de aanpassingen in Varssen. En dat klopt, het aantal verkeersbewegingen moet daar heel erg op laag. De vraag is of je dat moet doen via het afsluiten van de markt. Heel veel gehoord over de toeristenstromen die door Ommen gaan. Maar laten we ook dan toch ook niet de inwoners van Ommen-Zuid niet vergeten. Want die hebben ook nog een bepaald belang en niet alleen de toeristen. De ontsluiting van Ommen-Zuid is niet nieuw een probleem. Dat is al jarenlang zo. Dus die hebben volgens mij ook inderdaad ook baat bij een goede verkeerscirculatie. De opmerking van de FOF over het verbieden van linksafslaan vanaf de markt naar Julianastraat, dat vind ik, lijkt mij inderdaad een hele goede optie. Fietsverkeer bij de Hessen-Mielenbrug, ja, daar staat inderdaad in verband met de markt en met de vechtkade. Wat dat betreft is ook al aangestipt wegwijzering en dat soort dingen. Dat, als je dat allemaal verbetert, dan eens kijken hoe de situatie dan is. Doortrekkend Lanterweg zijn wij vooralsnog geen voorstander van, aangezien de kosten, twee gezien de leefbaarheid. Er komt de leefbaarheid omziens van zowel de Dante Noord als de Dante Zuid niet te groeien. Los, er staat ook nog trouwens volledig los van het al dan niet bouwen van een sporthal bij de carousel. En ten derde gaat het ook nog vlak langs een hele grote scholengemeenschap, de Vechthalcollege. En om daar nou die Danteweg vlak langs te leggen, dat is ook geen goede optie. En ten vierde, als we ook nog gaan bouwen aan een kindplein, dan zitten we ook nog met de kruising Danteweg, Kievitstraat, Schevel-Roostraat. Die moet wel aangepakt worden, om, als je de Danteweg doortrekt, dan wordt dat alleen nog maar een veel belangrijke weg, moet je helemaal niet willen. Wat je wel moet doen, is dat kruispunt aanpakken. Volgens mij was voor de zomerreces, heeft de wet daar ook een voorstel gedaan voor het aanpassen van het kruispunt. Daar was ook inderdaad nog, volgens mij, nog provinciale subsidie voor. Volgens mij waren wij daar ook gelijk voorstander van, direct doen. Helaas, dat tot nu toe niet. Want waar gaat het namelijk om? Het grootste punt is het fietsverkeer. En dat is nou net een heel gevaarlijk kruispunt. Als je vanaf Dante Zuid en vanaf Dante Noord, en als je straks ook nog de kindplein daar maakt, dan moet je zorgen dat je de kruispunt bij die Danteweg, dat je dat fietsveiliger maakt. Het voorstel van fietsbrug, ja, op termijn absoluut, zeker doen. Een aantal dingen die er nog opstaan. Het aanleggen van een fietssnelweg. Fietssnelweg tussen Zwolle, Ommen, Dalfsen, Hardenberg. Bijzonder goed plan, wordt er heel erg aan gewerkt door de provincie, ook door een aantal werkgroepen. Gelijk in meenemen, zou ik zeggen. Voorzitter, tot zover. De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de verkeersvisie om het 2030 ligt er. Gelukkig. Hoe vaak hebben we de afgelopen maanden al niet gesproken over allerlei onderwerpen, zoals de Hessen-Mullenbrug, ons centrum met shared space of de parkeervoorzieningen, waarbij continu verwezen werd naar de verkeersvisie. Wat hebben we daar met z'n allen rijkhalsend naar uitgekeken. En voorzitter, het was het wachten waard. We hebben een goed en leesbaar document ontvangen waar veel parkeersproblemen de revue passeren en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Er is aandacht voor alle verkeersdeelnemers en daarbij een goede afweging gemaakt tussen de verschillende belangen. Ook is er in het proces input geleverd door vele partijen wat het draagvlak groot zal maken. Duidelijk is ook dat we niet iedereen tevreden kunnen houden, ook gezien de insprekers van vandaag, welke beslissingen we ook nemen. Maar om te beginnen, voorzitter, moet de LPO toch aangeven dat we de grootste problemen toch aan het gevoerde beleid en de toegepaste oplossingen in het verleden hebben te danken. Als ik denk aan de Hessen-Mullenbrug, dan heeft de LPO vanaf de eerste dag aangegeven dat het hele ontwerp niet deugde, het was vragen om problemen. En die hebben we dan ook gekregen. Het verkeer staat vast, de fietsers lopen gevaar en weten niet waar ze aan toe zijn. We hebben het in 2013 geschopt tot wandelgemeente van het jaar, maar fietsgemeente van het jaar wordt alleen door deze brug de bekende brug te ver. We hebben gepleit voor een rotonde en gezien de bedragen die nu genoemd worden in het plan, verbaast het ons dat deze rotonde niet opnieuw is opgenomen in deze verkeersvisie. Wat de LPO betreft wordt die alsnog toegevoegd. Het tweede grote probleem is het centrum. Ook daar staat het verkeer met name in de zomer regelmatig vast. Ook daarvan heeft de LPO al voor de aanleg van het shared space gebied aangegeven dat het verkeer zich niet vrijwillig laat verleiden tot vele kilometers omrijden. Daarom kan het nu geen verrassing heten dat het muur vast zit. Shared space, staat er in het rapport, is een gebied waar de verblijfsfunctie voorrang heeft en het verkeer zich aanpast. Nou voorzitter, in Ommen is het omgekeerd. Het verkeer bepaalt en de verblijvers passen zich aan. Er wordt door sommige partijen al gevraagd om zebrapaden.
Dan weten we toch hoe laat het is. Maar goed, voorzitter, we moeten verder. En in het rapport worden veel suggesties gegeven waar de LPO zich wel in kan vinden. Probleem hierbij echter is wel onze financiële positie. Al te veel luchtfietserij kunnen we ons niet permitteren. Wat de LPO betreft maakt het college zich in ieder geval sterk voor de ontsluiting van de N36 richting de Vlierlanden en Alteveer. Het is echter met 4,2 miljoen het duurste onderdeel uit de hele verkeersvisie. En vraagt ook medewerking van partijen die we niet naar onze hand kunnen zetten. Maar naar onze verwachting, als dit te realiseren valt, zal deze ontsluiting positief uitpakken op alle verkeersstromen binnen Ommen. Dus wat dat betreft staat hij, wat ons betreft, op nummer 1. Voor het autoverkeer stelt de LPO wel vragen bij het doortrekken van de Danteweg. Enerzijds zien we graag een verdere onderbouwing van de effecten. En vooraf ook graag de effecten voor het Vechtdal College op het gebied van overlast en de toezegging voor buitenactiviteiten. Is de kinderboerderij verhuisd voor de Danteweg of om buitenactiviteiten van het Vechtdal College mogelijk te maken? En daarbij zien we ook graag dat de inwoners van de Dante om hun mening wordt gevraagd wat dat voor hun zou kunnen betekenen. Ons centrum heeft natuurlijk een hoge prioriteit en de belangen zijn hier tegengesteld. Verrassend is het feit dat de HVO aangeeft dat afsluiten voor autoverkeer een goede oplossing is. En dat we een brief van ondernemers krijgen, maar die is ondertussen toegelicht, die alweer fel tegenstander zijn. Kan de wethouder hier een verklaring voor geven, maar dat heeft hij al enigszins gedaan door het proces te schetsen. De LPO gaat er toch vanuit dat die direct betrokkenen een rol hebben gespeeld in het proces. Dat er iets moet gebeuren staat voor de LPO vast. Om te bepalen wat het is en wat van belang is, is het goed om op de hoogte te zijn van de gemaakte afspraken in het verleden. Daar werd door de insprekers ook aan gerefereerd. Kan de wethouder ons hierover informeren? Een betrouwbare overheid zien wij als een groot belang en waar iedereen recht op heeft. Wat betreft Hesmuldenbrug heb ik al eerder aangegeven hoe de LPO erin staat. Als het dan toch geld mag kosten, en zeker omdat we over een verkeersvisie hebben op lange termijn, dan ook graag de rotonde op de agenda. Het college wil graag op korte termijn een parkeervoorziening realiseren bij het Streekmuseum. We snappen de argumentatie en denken ook wel dat die behoefte er is. Maar ook zien we dat die behoefte zich toespitst op de maanden juli en augustus. De LPO is dus ook geen voorstander om het mooie aanzicht op Ommen vanaf die zijde permanent op te offeren voor een parkeerplaats die 10 maanden lang minimaal gebruikt zal worden. Daarom zoekt de LPO de wethouder om in kaart te brengen welke minimale permanente omvang deze parkeerplaats kan hebben, met daarbij een tijdelijke voorziening voor de piekmaanden en de overige capaciteit aan de voormast te realiseren. Gezien onze financiële positie ziet de LPO de fietsbrug als vooralsnog niet realistisch. Mag zeker in de plannen blijven, maar staat niet op een hoge prioriteit. Wel ziet de LPO mogelijkheden voor een alternatief traject van het centrum naar het station, zoals de Fietsersbond deze aandraagt. We denken dat dat een prima alternatief kan zijn om er toch iets van een soort snelweg te creëren zonder al te veel opstoppingen. Ook wil de LPO graag dat het college actief bijdraagt aan de realisatie van de fietssnelweg van Zwolle naar Hardenberg. Gezien de vlucht van de e-bike en de mogelijkheden die het biedt voor het terugdringen van woon-werkverkeer door Ommen, kan dit een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeersoverlast in Ommen. Al met al ziet de LPO veel aanknopingspunten voor verdere verbeteringen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Ommen. Afhankelijk van de toelichting kunnen er keuzes gemaakt worden. Deze keuzes kunnen ook bepaald door de financiële mogelijkheden die we hebben. Misschien kan de wethouder daar tot slot ook iets over zeggen. Tot zover, voorzitter. De verkeersdeskundige van de ChristenUnie, de heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, met betrekking tot de verkeersvisie wordt de commissie gevraagd om een richtinggevende uitspraak te doen over een aantal onderwerpen. Nou, wij zullen dat dan ook doen. Maar we hebben als ChristenUnie wel gemeend om dat te doen zonder daarbij rekening te houden met onze huidige financiële situatie. We hebben de punten dus echt puur beoordeeld op inhoud. Voor wat betreft de situatie op de markt zijn wij voorstander van een voorwaardelijke afsluiting van de doorgaande route over de markt. Beweegbare paaltjes bieden ons overigens ook de mogelijkheid om in de toekomst dat nog eens te evalueren en om dat eventueel nog aan te passen. Dus dat is dan een bijkomend voordeel. Want wij denken dat het weren van doorgaand verkeer op bepaalde tijden of tijdens bepaalde periodes eigenlijk nagenoeg geen invloed zal hebben op het winkelgedrag. Wij denken dat mensen die willen shoppen dat zullen blijven doen en mensen die alleen maar op doorreis zijn niet heel gauw zullen stoppen voor meer dan een ijsje of een visje. We zijn absoluut tegen het afschaffen van het shared space principe. Dat zou de sfeer en de veiligheid op het plein wat ons betreft zeker niet ten goede komen. En dan komen we ook bij het volgende punt, want wij denken dat dit eigenlijk ook een positieve uitwerking kan hebben voor de verkeerssituatie op de brug. En dan met name op het punt waar Julianenstraat en Vassenerdijk bij elkaar komen.
Wij zouden niet graag zien dat we die situatie weer helemaal opnieuw op de schop gaan nemen. En inmiddels zien we wat gewenning. Het duurt misschien even, maar het gebeurt wel. En we zijn eigenlijk ook nog wel benieuwd naar hoe het staat met het aantal ongevallen wat er sinds de nieuwe situatie is gebeurd. En dan de Danteweg. We blijven voorstander van het plan om deze in de toekomst door te kunnen trekken. We zien het verkeer op die route wat toenemen. En dat zal helemaal waarschijnlijk het geval zijn als straks de markt voorwaardelijk dicht zou gaan. Als we daarvoor zouden gaan kiezen. En ja, we weten dat dat ook gevolgen heeft voor een mogelijke uitbreiding van de sporthal. En als laatste wordt onze mening gevraagd naar een fietsbrug over de Vecht. Nou, hoewel we nog wel zouden willen discussiëren over de plaats waar deze gerealiseerd zou moeten worden, vinden we het op zich een goed idee. Het zou de route naar het station voor een deel van de Ommenaren gewoon veiliger maken. En het zou de huidige brug qua fietsverkeer in ieder geval een stukje ontlasten. En wat ons betreft mag dat idee dus blijven bestaan en in de toekomst wanneer mogelijk verder worden uitgewerkt. En tot zover de punten waar specifiek reactie op wordt gevraagd. Maar als ChristenUnie zouden we daarnaast nog een ander punt waar we aandacht voor zouden willen vragen. Want wij zouden namelijk graag het gecombineerd fietsen en wandelen in het centrum op korte termijn gerealiseerd zien. Wij denken dat dat goed is voor de ontwikkeling van het centrum, omdat mensen dan eerder geneigd zijn om nog even het centrum in te gaan als ze op de fiets een boodschap doen. Bovendien is het voor minder validen een oplossing. Voor hun worden de winkels aan het Kerkplein dan een stuk bereikbaarder. Wij vinden wel dat het dan wel goed duidelijk moet zijn dat de fietsers en voetgangers in die gebieden gelijkwaardige deelnemers zijn. Zoals het in het shared space gebied ook is. Voorzitter, als laatste nog een vraag over de nota van beantwoording. Waar vinden we de kruising Danteweg-Vassenerstraat? Tot zover, voorzitter. Die laatste was een technische vraag en die had je aan de ambtenaren kunnen stellen. Het woord bij voorkeur kort is aan wethouder Ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Ik ga niet op alle facetten inhoudelijk in. Daarvoor zou het te lang duren. Er is driftig meegeschreven op de tribune. We zullen dat wegen en eventueel verwerken in de uiteindelijke conceptvisie die ter inzage wordt gelegd. Dus er waren ook nogal wat detailvragen van hoe gaan we bijvoorbeeld om met de Stegendijk. Ik kan u verklappen dat ik volgende week 13 oktober overleg heb met het plaatselijk belang Stegeren, Jun en Arjen. En er zal ook dit punt op de agenda staan. Ten aanzien van de algehele lijn hebt u kunnen lezen, althans het is wel onze intentie geweest, dat zeker het langzaam verkeer, voetgangers en fietsers nadrukkelijk de aandacht hebben in deze verkeersvisie. Daar waar er weinig mobiliteit is ten aanzien van fietsverkeer, gaan we niet die inspanningen plegen die soms door partijen zijn aangedragen. Daar waar drukke fietsroutes zijn, daar behoren ze veilig te zijn. Daar waar hoofdstromen elkaar kruisen of dreigen te kruisen, bijvoorbeeld richting Beerseveld, Marienberg, waar nog geen vrijliggende fietspaden liggen, dat is onze intentie om het daar zo verkeersveilig mogelijk te maken voor de zwakste deelnemers met vrijliggende de fietspaden. U hebt ook kunnen zien dat we niet overal in de hele gemeente voldoen aan de eisen zoals die vandaag de dag gesteld worden aan voetpaden en fietspaden qua breedte, et cetera. Dat heeft ons aandacht op het moment dat we vervangingsinvesteringen gaan doen, dat we daar waar mogelijk de fietspaden en voetpaden aanpassen aan de eisen van deze tijd. Dan bij de eerste vraag, meneer Dunnewin, die u stelde, wanneer kunnen bewoners hun zienswijze kenbaar maken? Ik heb al gezegd, de belangenorganisaties waarvan we aan mogen nemen dat zij een flink deel van de bevolking vertegenwoordigen, die hebben we hierin betrokken als eerste. We vragen u om richting te geven wat er nog in moet in de verkeersvisie en wat er eventueel uit kan. Dat wordt vervat in een nieuw document of een vervolmaakt document, inclusief de actiepunten die wij ons als college zelf willen opleggen ten aanzien van de veiligheidsmaatregelen. Dat wordt daar inzage gelegd en daar kan elke inwoner van onze gemeente op reageren. En dat komt middels een zienswijzenota bij u terug, voordat u de nieuwe verkeersvisie gaat vaststellen. Maar dan hebben we het over februari, misschien nog wel iets later maart volgend jaar. De uitgangspunt van de kernbereikbaarheid
De modaliteit te stimuleren, de goede bereikbaarheid en het veilig fietsnetwerk, die onderschrijven wij volledig. Vindt u ook terug, bescherming van de kwetsbaren. Alleen wat u aanboorde of aangaf, natuur en milieu, dat zullen we per onderwerp nader moeten borgen. U gaf ook aan dat u graag een nadere onderbouwing wilt en een nadere budgetraming wilt en een prioritering. Als u kijkt op bladzijde 2 van het voorstel, dan heeft het college ook die opmerking gemaakt dat ze duidelijk uitvoeringsplan met budgetraming wil. Inclusief bewegwijzering, want dit is ook bij het college een hoge prioriteit. We hebben zowel individueel van een enkel raadslid, en die kende toen nog niet eens de verkeersvisie, moet ik zeggen, al gekregen van... Klopt de bewegwijzering nog wel? Want ik merk dat. Daar hebben we naar gekeken destijds al en ook als zodanig beantwoord. De bewegwijzering laat hier en daar te wensen over. Dat gaan we ook opnemen. Maar laten we niet in de val trappen dat mensen die de weg kennen... en wat voor oplossing straks ook bij Varssen komt... en dan kun je 10 keer een bord bijzetten van Beersen die kant op. Als mensen weten dat je een kortere route dwars door het centrum van Ommen kunt nemen... dan nemen ze die. Tenzij er belemmeringen worden opgeworpen. Maar de bewegwijzering heeft een hoge prioriteit om in ieder geval zij die hier niet bekend zijn, de borden volgen. En zeker wanneer straks bij Varssen een nieuwe situatie ontstaat en nog niet op de navigatiesystemen, dan zien mensen dat ze in een weiland staan met hun auto, dat daar een stuk asfalt ligt en dan moeten ze wel op de borden rijden. Dus waarschijnlijk zal dat die mensen, helaas dan voor ondernemers, zal dat die mensen de stroom laten volgen zoals wij ze graag zouden willen hebben. De tunnel bij de Aldi. Uit berekeningen blijkt dat het op dit moment geen knelpunt is. En dat wanneer de structuur wordt uitgevoerd, dat kunt u zien in de doorrekening, in de stroomschema's, de doorgetrokken Danteweg, et cetera, en een doorgetrokken variant richting de N36 Oostelijke Ontsluitingsweg, dat het ook geen knelpunt zal zijn. We willen het wel blijven monitoren op het moment dat de verkeerssituatie, de verkeersdrukte toeneemt en wij niet dat gaan doen zoals het hier is voorgesteld, bijvoorbeeld geen doorgetrokken Danteweg. Shared space. Feitelijk, hoeveel ongelukken gebeuren er? Nihil. Hoeveel bijna ongelukken, dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat de doelgroepen, bijvoorbeeld de minder validen en de fietsers, dat als knelpunt ervaren. Als een zeer nadrukkelijk knelpunt ervaren. Dus de objectieve veiligheid, daarmee zit het wel goed. Bij de subjectieve veiligheid, daarmee is het slecht gesteld. En dat gaf de heer Remmers ook al aan. In plaats van shared space dat een ieder zich aan een ieder aanpast, is het de zwakste deelnemer, zien wij, die zich aanpast aan de verkeersstroom. We hadden vorige week met een aantal ondernemers een centrumschouw en je ziet daar gewoon verkeer doorheen denderen wat daar niet hoort. En je ziet fietsers en voetgangers wachten totdat ze de oversteek kunnen maken. Dus daar hebben we nog een hele slag te maken. U had het over de Danteweg wat u betrof en een aantal hebben zich ook uitgesproken. Anderen hebben gezegd als het kan dan graag doen. Dus dat wordt nog een heikel punt. De eerste proeven blijkt dat beide naast elkaar kunnen. Dus we hoeven niet de dure variant te doen dat we een sporthal gaan bouwen over een tunnel. De eerste proeven laat zien dat het kan. Dan zit het, en iemand stelde ook die vraag, ik dacht dat het de heer De Jonge was. Hoe zit het dan met geluid en met fijnstof? Dat moeten we nog nader onderzoeken. En mevrouw Legas gaf aan ten aanzien van die doorgetrokken Danteweg, zorg voor draagvlak, onderzoek wat de belasting is in dat gebied, dat heb ik net gezegd, dat moeten we nog onderzoeken. Die twee dingen die nemen ons hart en daar gaan we ook mee aan de slag. Ik hoop dat ik voor zover redelijk uitputtende vraag van de heer Dunnewind heb beantwoord. Meneer De Jonge, u moet maar even een keer op papier zetten wat u bedoelt met de fietstunnel bij het Bernard Kobusplein. Park. Ik wist niet dat de beste man, ik ken hem persoonlijk, maar ik wist niet dat hij hier een park had. Wat u daarmee bedoelt. En dan even bij het laatste waarmee u begon, het knooppunt Varssen. U weet, dat is een PIP, provinciaal inpassingsplan, wij gaan daar niet over. De stand van zaken is dat er een motie is aangenomen van de heer Te Rietstap, met tekening en al. En die tekening voorziet niet in die constructie die wij als Ommen het liefst hadden gezien. Die voorziet in een turborotonde. Die zo geconstrueerd is dat je heel snel van Hardenberg naar Zwolle kunt. De omgekeerde route is wat lastiger omdat er een haakje aan zit die weer uitkomt op de Varssen en Dijk. Dat betekent dus dat de enige hobbel die het forensen verkeer moet nemen is straks even afremmen voor de rotonde en dan kunnen ze de oude route weer gaan volgen. Dat is de huidige stand van zaken.
Collega Jansen, Jannes Jansen van Hardenberg en ondergetekend hebben meermaal geprobeerd via de ambtelijke lijn bij de gedeputeerde aan tafel te komen. Die heeft gezegd, ik ga eerst praten met Varssen. Varssen heeft daar een andere kijk op. Varssen heeft al laten weten, dat hebben ze uitgesproken, en wellicht hebt u de brief ook van plaatsbelang Varssen, van als dit het is, dan hoeft het wat ons betreft niet, omdat daar geen tunnel in zit en geen veilige oversteek. We willen heel graag, nadat de gedeputeerde in Varssen is geweest bij plaatselijk belang, met hem om tafel om te kijken of hij bereid is daar nog iets aan te doen. Dat is de huidige stand van zaken. Ten aanzien van de geluidsnormen en fijnstof, daar heb ik al een toezegging gedaan. Veilige fietsroutes naar het centrum. Eigenlijk bedoelt u te zeggen, onderbouw op een betere manier de veilige fietsroute vanuit de woonwijken naar het centrum, vice versa. Als dat uw vraag en naar het station, dan gaan we dat beter onderbouwen. Bij de Heijsselmuldenbrug, die staat en valt met wat gaan we doen in het centrum. Ik proef eigenlijk dat iedereen vindt dat we daar iets moeten doen in combinatie met het terugdringen van het verkeer. Bewegwijzering zal niet de enige oplossing zijn. We zullen iets moeten verzinnen ten aanzien van. Ik kan het ter plekke niet bedenken. Ik zeg u toe dat we in ieder geval met de afdeling verkeer en met het verkeersbureau gaan kijken welke mogelijke alternatieven zijn er nog. Er zijn een aantal genoemd, bijvoorbeeld verbied het afslaan bij de Julianenstraat in een bepaalde richting. Die zullen we allemaal meenemen, alles wat hier genoemd is. En kijken of dat een alternatief kan zijn voor een voorwaardelijke afsluiting. Voorwaardelijke afsluiting is tijdens de spits. Die neem ik mee. Meneer de Vries Robles, dank u voor uw woorden van ondersteuning. Eigenlijk hebt u herhaald wat ons voor ogen stond. En nu is de vraag, en die stelde u eigenlijk ook al, van de weg waar langs. Dat is de meest belangrijke. En ik wil u ervoor danken dat u bijna alle punten die het college graag naar voren had gezien, dat u die ondersteunt. Mevrouw Lagas, ook dank voor uw woorden. U hebt een aantal aandachtspunten meegegeven en de meest belangrijke in deze is wel, en dat werd ook door de heer Remmers al aangegeven, van ga ermee aan de slag, ook de duurste oplossing. Dat is de oostelijke ontsluiting, de aantakking op de 36. Dat gaan we doen. We gaan, als u met z'n allen zich daarin kunt vinden, zetten we die bovenop de agenda. Dat is de aantakking op de N36. Ga eerst praten met Rijkswaterstaat voordat je alles in gang zet. Dat gaan we dus doen. U geeft ons het advies mee, mevrouw Lagas, houdt alles in beeld en prioriteert. Dat hebben we al gesteld op bladzijde 2, een duidelijk uitvoeringsplan, inclusief de budget. En ook al is het op dit moment soms letterlijk nog een brug te ver qua financiering. Als u de begroting ziet en een eerste proeven van de septembercirculaire geeft ook al wat meer lucht. We zouden kunnen gaan sparen voor die punten waar u straks als raad de meeste prioriteit aan geeft. Dank u voor uw bijdrage. Meneer Moerman, u bent dan tegen het doortrekken van de Dantenweg. We gaan in ieder geval onderzoeken wat de consequenties zijn voor de leefbaarheid, fijnstof, etc. en de belasting voor dat gebied. Ik ben blij dat u het college steunt in de inzichten ten aanzien van als het Kindplein er komt, wat moet er dan gebeuren bij de Kievitstra-Dantenweg. Ik ga er verder niet op in, niet anders dan zeggen van tja, het kan verkeren. LPO, meneer Remmers, dank voor uw lovende woorden ten aanzien van het proces en het plan dat er nu ligt. Dank ook voor de aandachtspunten die u geeft. De Dantenweg, dat heb ik gezegd, die gaan we nader onderbouwen. Ook u vraagt duidelijk aandacht voor draagvlak en wat voor belastingsconsequenties heeft het dan. De eerste proeven, heb ik al gezegd, laat zien dat het zeer waarschijnlijk mogelijk is. Dat zullen we nader onderbouwen. Zijn er toezeggingen gedaan in het verleden? Ik had van de week had ik onder andere de heer Ron Nijhoff op bezoek en die had een mail bij zich. En het schijnt dus inderdaad zo te zijn dat er toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van het niet volledig afsluiten van. Dat is ook niet onze bedoeling, volledig afsluiten. We hebben het over afsluiten in de spits. Maar wij hebben al gezegd, ik heb al gezegd, we gaan nader onderzoeken en nader onderbouwen of andere varianten ook een oplossing kunnen zijn om in ieder geval nu al minder verkeer over de Vechtkade en over de Varssendijk te krijgen. Het alternatief van de Fietsersbond, en dat was, dan moet je tweezijdig fietspad en dan voor Sens ga je eraf en dan ga je erachter langs. Dan kom je volgens mij, hoe heet dat van de vakantieoord, de Immingshoeve, en dan kom je daar weer uit en dan ben je bij Moestijn en ben je bij het station. Er was ook een vraag van het CDA.
van is dat mogelijk? Ik heb die vraag uitgezet bij de afdeling, maar ik heb daar nog geen afdoende antwoord op gekregen. Ook die nemen we mee tijdens de beantwoording in het onderzoek. En u had nog een laatste vraag. Nadat u het alternatief van de Fietsersbond richting station had benoemd, had u nog een vraag, maar die heb ik even gemist. Dan ga ik even naar de ChristenUnie. Dank voor de ondersteuning en voor de instemming met het advies zoals het hier voor ligt. Het sluit ook bijna naadloos aan de visie en de mening van het college. U wilt de combinatie fietsen en wandelen zo snel mogelijk realiseren. Daarvan heeft het college gezegd, kunt u ook zien. Dat willen we iets beter gemotiveerd hebben, hoe we dat zouden kunnen en waar we dat zouden kunnen. Dat is mijn antwoord op uw vraag. En die andere was een redelijke technische. En ik geloof ook niet dat de Varsen een straat aansluit op de Danteweg. De financiële mogelijkheid, dat is het eerste aandachtspuntje op bladzijde 2 van het college. Wij willen de budgetramingen overal bij hebben. U ziet per onderdeel dat het aardig wat geld gaat kosten. Dat hebben we niet, maar we kunnen daar op basis van prioritering alvast voor gaan sparen. Is er nog iemand die iets mee wil geven aan de wethouder ten aanzien van deze visie? De heer De Jonge. Ja, twee dingen, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording en het meenemen van de zaken in het rapport die door de raad zijn aangegeven. Echter, in een stuk vraagt u, en dan geeft u aan dat u op korte termijn het knelpunt rond de markt CQ Hessen-Mulebrug wil oplossen. U heeft aangegeven dat u een aantal zaken wil meenemen in het stuk. Maar ik ben wel nieuwsgierig van wanneer we op korte termijn een actie kunnen verwachten in deze, want u spreekt zelf ook al die wens uit. En hetzelfde geldt eigenlijk, want ik heb het niet meegenomen omdat ik een beetje ingezoomd heb op de vragen die u gesteld hebt. Maar waar ik ook wel zeer zeker in geïnteresseerd ben van hoe u op korte termijn kijkt naar de parkeervisie en hoe wij het parkeerprobleem in en rondom gaan oplossen. U heeft een aantal dingen aangegeven. Hè? Ja, volgens mij was er ook wel een andere fractie die daar iets van gezegd heeft. En ja, wij denken daar zelf aan. In ieder geval zo snel mogelijk uitbreiding van de parkeerfaciliteit op de Vassenmerk, op de herstel op de Voormars. Een oplossing voor korte termijn, dat sluit ook aan bij de LPO-fractie van rond de molen op de Noord. En we zouden ook graag willen zien dat het parkeren op de Schuringstraat achter de voormalige Albert Heijn bevorderd gaat worden. Dat er wat meer, of bewegwijzering spreken, dat daar ook wat meer actie op ondernomen wordt. En dan tenslotte, voorzitter, want ik heb horen zeggen, ook vanuit de Raad, dat er een fietspad komt van Sens naar de Immenkhoeve. Nou, dat lijkt me een beetje te ver. Ik zou liever een fietspad willen zien naar het Laarhuis vanaf Sens. Heer De Vries, Robles. Voorzitter, dank u wel. Ik had nog een paar kleine zaken. Ten eerste, dank natuurlijk voor dat de wethouder onderschrijft dat wij de visie achter de notitie dragen. Maar ik heb volgens mij nog wel een cruciale opmerking gemaakt over het feit dat een van de belangrijke onderdelen gedragsbeïnvloeding is. En dat we dat in mijn ogen nog wat integraler kunnen aanpakken dan we nu doen. We doen veel hapsnap. We hebben het over bewegwijzering hier. We hebben het over mogelijk maken van iets daar. Maar je zou veel meer kunnen kijken van als je het nou hebt over gedragsbeïnvloeding, pak dat dan integraal op en pak alle onderdelen dan met elkaar mee. Dat zou volgens mij nog een aanvulling kunnen zijn. Eén opmerking nog over de Julianastraat. We hebben het al vaker voorbij horen komen hier dat je eventueel wat aan de verkeerssituatie op de brug kan doen en de aftakking naar de Julianastraat. Maar er speelt wat ons betreft nog iets anders. Namelijk, de Julianastraat zou geen doorgaande weg moeten zijn. De Julianastraat is een ontsluitingsweg die de mogelijkheid moet geven om burgers naar het centrum te gaan. Maar het hoort geen doorgaande weg te worden van zuid naar noord. En daarmee kom ik eigenlijk nog naar wel een cruciale wijziging die nu in het plan zit. Namelijk dat we de snelheid op die weg van 30 naar 50 willen verhogen. En dan heb ik het nu over de originele visie die er in de visie 2020 zat. Want op dit moment is de afwaardering naar 30 kilometer heeft nog niet plaatsgehad. Maar in onze ogen zou dat nog zeker een wezenlijke bijdrage kunnen zijn
aan het verkeer in het centrum. Omdat die Julianaweg eigenlijk ook steeds meer gewoon een weg in het centrum wordt. Omdat we met de havens West bezig zijn als woonwijk. En daar zat vroeger een industrieterrein, maar dat is helemaal verdwenen. Met andere woorden, dat stuk deel van de stad hoort eigenlijk integraal steeds meer bij het centrum. En daar hoort gewoon 30 kilometer bij en niet 50. Dan nog een opmerking over kleine maatregelen die je zou kunnen doen voor de veiligheid van het fietsverkeer. We kennen allemaal de discussie in Ommen van moet je nou fietsers op een rotonde wel of niet voorrang geven. Wat dat betreft wijken we kennelijk af van Nederland, want in de rest van Nederland geven we fietsers voorrang, maar in Ommen doen we dat nou net niet. Nou, ik denk dat daar ook nog eens goed naar gekeken zou kunnen worden, omdat de praktijk is dat we op veel rotondes zien dat verkeer, gemotoriseerd verkeer, zeker als het om grotere groepen fietsers gaat, per definitie altijd die fietsers voorrang geven. Kijk maar eens tijdens het moment dat bijvoorbeeld veel schoolkinderen op weg zijn naar school, dan zult u zien dat de praktijk nu al is dat er gewoon gestopt wordt voor die groepen scholieren. Nou, daarbij aansluitend zou je kunnen zeggen, laten we nou maar gewoon onderdeel van Nederland worden. En als laatste wil ik nog een opmerking maken van geen weldenkend mens in een grotere stad in dit land zal van oost naar west gaan door het centrum. Omdat dat heel veel vertraging met zich meebrengt. In Ommen heb je het dan misschien over 5 minuten omrijden. Dan is het toch een uitstekende motivatie om die vertraging recht door het centrum te vergroten. Om te zorgen dat die mensen die omweg wel willen maken. Dus enige verkeersbeperking op de dijk ligt volgens ons wel voor de hand. Mevrouw Lagas. Dank u, voorzitter. Een paar kleine aanvullende opmerkingen. Gelukkig pakte de wethouder dat in zijn beantwoording al op. Dat het juist inderdaad van belang is om die aansluitingen bij de 36 en 48 eerst te toetsen bij de eigenaren van de wegen waar je op aansluit. Overigens, de 48 was altijd onbespreekbaar in verband met het feit dat het een 100 kilometer weg zou worden. Dat is, het blijft een 80 kilometer weg. Terwijl de 36 juist een 100 kilometer weg is. En dat is, schijnt de belemmering te zijn. U heeft in uw beantwoording aan de fracties de afslag naar de Julianastraat genoemd als korte termijn optie om te kijken of dat effectief is. U heeft niet gereageerd op de optie om te kijken of je de voorrangsituatie vanaf de markt, dat kun je op korte termijn instellen. Dus mensen die vanaf de markt komen, dus vanaf de richting Zwolle zeg maar, en de kruising naderen bij de Hessel-Mullenbrug, geen voorrang meer te geven. Die komen voor de Julianastraat van rechts. Maar als je ze geen voorrang meer geeft, dan is dat zeer ontmoedigend om als doorgaand forensisch verkeer te gebruiken. Voor toeristisch verkeer en voor mensen die aan het gewinkeld hebben is dat geen hinder, want dan neemt die druk neemt af. Dus dan vangt u de spits waarschijnlijk ook al heel veel weg. En je belemmert niet de mensen die boodschappen willen gaan doen, zowel de oprijdend als de afrijdend. En dan nog even het dubbele fietspad wat net even genoemd werd vanaf de brug richting station. Ik verbaasde me min of meer over dat de Fietsersbond daar aandacht voor vroeg, want toen wij daar ooit een concept van hadden liggen, wat het voorstel toen was, toen werd dat heel hard afgeschoten in verband van onveiligheid van heen en weer fietsen het verkeer op 1 fietspad. Doet u mee wat u wilt, maar ik heb me daar sterk over verbaasd, want dat was hun opmerking toen. Ik constateer dat er verder geen opmerkingen meer zijn. Het woord is aan wethouder De Kust. Voorzitter, dank u wel. De heer De Jonge die vroeg, het college heeft haast met verkeersluw maken van. Dat klopt. Dat heeft ook te maken met het centrumplan waarvoor u onlangs uw goedkeuring hebt gegeven, waar we in november nog over komen te praten aanzien van de financiering. We vinden dat wel een verband met elkaar hebben. U hebt een aantal nieuwe gezichtspunten ingebracht ten aanzien van zou u niet, u zei terecht, de voorrang kunnen veranderen richting de Julianastraat, even los van het feit dat ik dat sneller naar huis kan. Maar laat dat dan niet een reden zijn om het te onderzoeken. De verkeerskundigen zitten op de tribune, die hebben alle items meegekregen. Dus ook vanaf de Vegkade aankomend bij de Julianastraat stoppen, zodat de rest voorrang heeft. Dat nemen we ook mee in de integrale benadering ten aanzien van de situatie bij de Hessel-Mullenbrug. Dus met spoed. Hoeveel tijd gaat er overheen? Ik denk dat we dat in december gereed kunnen hebben, die visie daarover. En dat zal ik u dan integraal terugkoppelen. Dat wordt dan ook, als u daarmee in kunt stemmen, onderdeel van de verkeersvisie. De LPO. Denkt dat of is het een toezegging?
Ja, een toezegging moet je waar kunnen maken. Dat betekent dat ik iedereen weer op zijn tablet moet gaan zitten. En ik doe de laatste maanden niet anders. Ik zag inknikken en dat is een toezegging. Ten aanzien van parkeren, en daar was ik, meneer, daar was naar de aanleiding van de vraag van meneer Remmers, wel of niet. Dan vraagt u naar de parkeerbalans. De parkeerbalans is op een oor na gevuld en volgens mij moeten we dat ook in december gereed kunnen hebben. Of is er nog een nader onderzoek? Er speelt nog iets in het centrum, heeft te maken met relocatie en dat heeft relocatie van. Het heeft gevolgen voor de uiteindelijke parkeerbalans, maar in grote lijnen is het zo dat met name in de zomer... En met name aan de oostkant behoefte is aan ongeveer 95 plekken. Dan hoef je niet alle 95 in te vullen. 80 zou ook voldoende kunnen zijn. Maar op basis van de ruwe parkeerbalans die er ligt, kunnen we die gelijktijdig met de visie rond de Julianastraat, Hesselmiddelbrug en Vechtkade naar u doen toekomen. Dus dat is ook een toezegging, voorzitter. En de bewegwijzering, dat is inderdaad een verbeterpunt. En dat staat als tweede op bladzijde 2. De bewegwijzering heeft ook prioriteit qua aandacht. Gedragsbeïnvloeding. Daarover vraagt u mij, dat moet ik even terugleggen bij de verkeersgroep. Om dat integraal te benaderen, dan moet je van heel veel kanten naar kijken. Wij doen ons best, maar dan heb je het ook over handhaving, dan heb je het ook over verschillende maatregelen. Dan moet je daar heel integraal naar kijken. De Julianastraat in dit plan wordt geen verblijfsgebied, maar een wijkontsluitingsgebied. En we hebben er ook geschreven, op het moment dat het de streefwaarde gaat overschrijden, dan gaan we ingrijpen. En dat is hetzelfde, dat was ik nog vergeten te zeggen. Er waren meer mensen die vroeger naar de kleine kennen. Het verbaast me dat het een beetje ondersnip, maar ik kijk nu naar meneer Van der Molen. Die vraagt niet alleen om gaan monitoren, maar ook om harde toezeggingen. Daar wil ik ook aan gaan werken van als, wat dan? Wat gaan we dan doen? Wat zijn dan de mogelijkheden? Het geldt ook voor de Julianastraat. Voor de Julianastraat staat al in een stuk. Op het moment dat het streefwaarde gaat overschrijden, dan volgt er gewoon één richting verkeer. Dan mag je van de ene kant de Julianastraat gewoon niet meer in. En dwing je mensen om de koe voor de weg te nemen. Fietsers in voorrang, dat staat in de actiepuntenlijst, staat dat benoemd. De ene gemeente doet het wel, de andere gemeente doet het niet. En iedereen heeft daar zijn redenen voor. In Ommen hebben we ervoor gekozen om het niet te doen. En dan kun je niet de ene rotonde en de andere wel. Met name omdat er ook een aantal rotondes zijn waar veel vrachtverkeer op zit. Onderzoek wijst uit dat het met name op die rotondes veiliger is om fietsers niet in de voorrang te hebben. U hebt het over verkeersbeperkingen op de Varsenerdijk. Bedoelt u... Nee, ik stel u die vraag. Antwoord u maar via de mail. Zit u dan te denken aan een toegangswegachtige methodiek om het te ontmoedigen? Als dat zo is, dan kunnen we dat meenemen. En dat was het, voorzitter. Maatregelen van, je hebt een erftoegangsweg, dat is de weg naar Koevorden, daar heb je 30 kilometer, daar zitten plateaus in en daar zitten van die schildpadjes in. En daardoor wordt het onaangenamer om die route te nemen met een normale auto. Dan wil ik de insprekers nog in de gelegenheid stellen om eventueel nog met een aanvulling te komen. Of met een reactie, niemand. Dan schors ik de vergadering, dan is dit onderwerp afgesloten, schors ik de vergadering tot 9:30. Wij gaan weer verder. Onderzoek. Daar was een inspreker. Ik dacht, dat kom hier naar. Iets minder gember, Mark. Ik zeg iets minder gember. Gember. Wij gaan verder met agendapunt 7. Ommen Zuid. En het woord is aan de heer Hogendorp. Dank u wel, voorzitter. Geachte commissie. Ik spreek in als eigenaar van een recreatiewoning op de Wolfsgracht nummer 50. En dit gebied dat ligt op het ogenblik in ter visie, de bestemming. En de locatie van het gebied wil ik u misschien even duidelijker uitleggen. De locatie van het gebied is bestemd of begrensd tussen de spoorlijn, de regge en het huidige bestemmingsplan om een wonen. En dan praat je nog steeds over de Wolfschaal. In het voorstel was het
voor u ligt, wordt het gebied waar wij zitten, met 14 recreatiebungalowtjes, benoemd tot buitengebied. En wij zoeken eigenlijk aansluiting, houden aansluiting bij de Wolfschuil, om toch daar een overleving te houden met het gebied. We hebben eigenlijk ook een beetje het idee dat er een sprake is van rechtsongelijkheid. Ik zal u dat uitleggen. Middels de aanpassingen conform de gemeentelijke omgevingsplan en de bijbehorende plankaart blijkt nu ook het bungalowpark, het Reggehuis, aan de Wolfschuil ingedeeld te worden tot categorie wonen, terwijl het een bungalowpark is. Zoals bekend wordt deze bungalows al grote aantal jaren permanent bewoond. Ondergetekende verzoekt om gelijke behandeling en strijdt al jaren voor een woonbestemming met aansluiting van de huidige bebouwing van de Wolfschuil. Gebruik de argumenten van de gemeente betreffende de beschikbaarheid van de recreanten of voor de recreanten wordt volledig teniet gedaan door het gedogen van bovenstaand gebruik van het recreatiepark. Verder in het verleden, in 2000, heeft een bestemmingsplanwijziging de bouw van 4 woningen mogelijk gemaakt op de locatie ten noorden van Hotel Westhout. Of Wildhout, dat die bestemming, die was ook daar recreatie. En ik heb de indruk dat er nog steeds een wethouder woont of een raadslid woont. Raadslid. Ex-raadslid. Oké. Ja, ja. In de ontvangen kaarten die ik per e-mail heb ontvangen van de ambtenaar, daar zijn eigenlijk alleen de gele lijnen zichtbaar. En die ziet u misschien ook op uw iPad. En daar kan ik geen contouren weghalen en daar kan ik ook helemaal geen grenzen bij trekken. Dus ik weet eigenlijk niet wat het plan inhoudt en waar het plan betrekking op heeft. Maar misschien is daar een andere oplossing voor. Betere kaarten blijken niet beschikbaar. Bij deze is de inspraakronde 2007... bleek bij partijen de bereidheid om de Wolfschuil gewoon als woongebied te beoordelen. En ik heb hier nog een mooi plaatje uit het dossier gevist, waaruit een aantal politieke partijen vonden dat het gewoon een normale woonwijk zou kunnen zijn. Dus bij deze, de voorzitter wil graag oplossingen. Gezien bovenstaande verzoek ik uw commissie de Wolfschuil als een aaneengesloten gebied te beoordelen en voor zover van toepassing met de onderverdeling wonen, zoals het ook genoemde locatie Reggehuis nu blijkt te zijn. Dank u wel. Wie heeft een vraag voor meneer Hogendorp? Niemand. Dan mag u uw plaats weer nemen. Dank u. Dan kunnen we nu overgaan tot behandeling van onderwerp 7. Ik heb alleen even een vraag aan de wethouder, want er staat in de toelichting dat de commissie instemming moet verlenen. En dan vraag ik mij af van hoe deze commissie instemming zou moeten verlenen op de nota van uitgangspunten. Want ik zou me kunnen voorstellen van dat er op een bepaald moment een stemming ontstaat. En ik zou niet weten hoe dat in ons reglement van orde staat, want volgens mij kan hier niet gestemd worden. Dus graag even een toelichting hoe u dit ziet, wethouder. Voorzitter, dank u wel. Het college zou graag willen dat wij op basis van de nota van uitgangspunten aan de slag mogen met het inkleuren van de diverse percelen conform deze nota van uitgangspunten, dat we dat bestemmingsplan ter inzage leggen en dat we dat bestemmingsplan wat ingekleurd is op perceelsniveau, inclusief de zienswijzen die mogelijk naar aanleiding daarvan ontstaan, hier terugkrijgen ter vaststelling. Dus concreet worden nota van de uitgangspunten niet vastgesteld vanavond? Wij vragen of dit voldoende is voor u, zodat wij aan de slag kunnen en hiermee de boer op kunnen gaan, om op perceelsniveau alles in te kleuren op basis van de zienswijzen die het bestemmingsplan dan oplevert. Hierover te gaan tot vaststelling. En anders moet u de route kiezen
dat u op basis van dit stuk aangeeft wat er nog mist of wat er anders zou moeten. En dan zou graag een dip moeten worden voor de raadsbijeenkomst ter vaststelling. Maar dan hebben we een andere route. Oh. Nee? U begrijpt het nog steeds niet. Begrijp ik het nou wel of niet goed? Namelijk dat de nota van uitgangspunten nu voor ons ligt, omdat wij eens in de 10 jaar een bestemmingsplan moeten actualiseren en dat nu voor een bepaald deel van een bestemmingsplan, namelijk om en uit, die termijn van 10 jaar in zicht komt en wij dus een actueel bestemmingsplan moeten vaststellen. En dat er in het verleden in dit gebied al een aantal kleine wijzigingen geweest zijn laten we zeggen, bijvoorbeeld rondom de Vechthoevers, omdat we daar een besluit over genomen hebben. En dat dat gewoon conform de destijds gedane besluitvorming nu opgenomen wordt in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Voorzitter, Ommen Zuid is het enige bestemmingsplan wat nog niet voldoet aan de eisen die de wet stelt ten aanzien van actualisatie en digitalisatie. Vandaar dat we aansluiting zoeken bij bestemmingsplan herziening 2013-2. Dat wordt grotendeels overgenomen met een aantal uitzonderingen daar en dat is hierin omschreven. En de vraag is, mogen wij als college hiermee aan de slag gaan om op perceelsniveau conform deze nota van uitgangspunten de juiste bestemming eraan toe te kennen, dat ter inzage te leggen en dat inclusief de zienswijze hier terug te laten komen ter vaststelling. Dan nog een verduidelijkende vraag stellen. Het is toch niet de doelstelling van onze uitgangspunten die we nu vaststellen om grote wijzigingen door te voeren in het al bestaande bestemmingsplan? Voorzitter, als ik maar op mag reageren, dat klopt. Het is conserverend en beherend, maar geënt op het buitengebied herziening 2013 zoals u dat hebt vastgesteld. Wie wenst hierover het woord? Alle fracties, de heer Wint. Nog een vraag? Ja, voorzitter. Ik begrijp het nog niet helemaal, want... Zal ik het proberen te verwoorden? Nou ja, graag. Op basis van de stukken die nu voorliggen, wil het college aan de slag. En vervolgens, als dat uitgewerkt is, dan komt er hier terug in de commissie. Exact. En dat is dus net even anders dan wat hier in punt 2 staat. Wij omzeilen het begrip instemming. De Wint. Nee. De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, LPO heeft kennis genomen van deze nota uiteraard. En we denken dat het een goede zaak is om het traject op tijd op te starten. En we kunnen ons vinden in de uitgangspunten. De voornemens zijn duidelijk en het geeft de mogelijkheid om een aantal foutjes te herstellen, zoals het in het stuk staat. En op basis van de inspreker, en ik ga ervan uit dat de wethouder er sowieso wel op in zal gaan, vragen wij ons af of de geschetste situatie inderdaad een van die foutjes is. Want ook landelijk is er veel te doen op het gebied van recreatiewoningen en heffingen die daarop gesteld worden. Er gaan bedragen rond dat er landelijk 75 miljoen terugbetaald moet worden door gemeentes. En wij vragen ons af, van houden we daar hier rekening mee? Kunnen we daarop anticiperen? Of kunnen we daar wat mee en misschien een aantal mensen tegemoetkomen? De tweede belangrijke punt is, wat ook letterlijk in de tekst staat, wat betreft de bestaande recreatieve bedrijven, en ik citeer maar even om geen fouten te maken, de bestemmingsregeling daarbij wordt flexibeler dan dat het geval was in het geldende bestemmingsplan. Ook hier wordt de systematiek van bouwvlakken losgelaten, zodat binnen de toegekende recreatieve bestemming meer ruimte is voor de ondernemer om daar te bouwen waar dat goed is voor de bedrijfsvoering. Een aantal vragen hierover graag. Welke mogelijkheden ontstaan hier? Wie bepaalt wat goed is voor bedrijfsvoering? In hoeverre moet er dan nog een vergunning aangevraagd worden? En in hoeverre heeft de raad hierbij nog een controlerende taak bij eventuele ongewenste ontwikkelingen? Dat was onderdeel 2. En de laatste. Er is een budget vrijgemaakt van €20.000. We vragen de wethouder graag om expertise en menskracht van de BOH optimaal in te zetten. Ook al is er 20.000 beschikbaar, wil niet zeggen dat het helemaal besteed moet worden. Tot zover, voorzitter. De heer Boerman. Ja, voorzitter. Wat ons betreft kan dit ter inzage worden gelegd. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel. Ja, ik denk, ik wacht even tot ik het woord krijg.
Ondertussen moest ik dat kaartje nog zoeken. Het is terecht, zoals u het zegt. Zo heb ik het ook gelezen. Alleen wat de inspreker nu even aangaf, dan zit ik eventjes procesmatig te denken. Als dat zo is, als er wijzigingen zijn, dan hoor ik graag van de wethouder mogelijk zijn of wat dan ook. Of dat zal gebeuren op het moment dat dit dus als zienswijze kan worden gezien. Of dat nu al moet gebeuren, want ik zou hier toch wel graag iets meer duidelijkheid over willen hebben. En gelet ook op de mogelijke ontwikkelingen ten aanzien van recreatiewoningen, zou ik nog graag iets meer willen horen van de wethouder. En mogelijke ontwikkelingen, dat heeft dan te maken met wat in de Staten gebeurt, de herziening van de omgevingswet en dient ten gevolge wat dat voor consequenties hier nou hebben. Maar procesmatig vind ik het belangrijk datgene wat de inspreker heeft gezegd. Of dat nu als zienswijze geschetst kan worden, want dan zien we dat wel terug. Of dat u zegt nee, dat kunnen wij nu gelijk meenemen. Maar ik heb begrepen dat we dan een ander traject weer in moeten. Ik hoor graag de reactie. De heer Mors. Ja, dank u voorzitter. Groot gedeelte is al gevraagd over recreatiewoningen, maar wij zagen het eigenlijk meer als gewoon herstellen of het weer vastleggen van hoe eigenlijk de huidige situatie is, hier en daar wat inkleuren. Is dat nou echt wel 20.000 euro waard of is dat wel nodig? En verder hebben we ook nog één dingetje gezien en dat uiteraard is dat D66 heel erg nauw aan het hart. We zien namelijk onder punt 371 en dat is ongetwijfeld ook een zienswijze die we nog zullen indienen, dat er een beperking is aan de zonnepanelen en eventuele windturbines. Daar is de beperking gelegd dat het uitsluitend is ten behoeve van eigen woning en bedrijf aan het college. Dus de vraag waarom deze beperking? We willen toch duurzame energie bevorderen. Dank u. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, het is wat moeilijker geworden, want wij hadden allereerst maar één vraag en dat was van wat is de rol van de raad en hoe gaan we procesmatig hiermee verder? Ondanks het antwoord van de wethouder leeft die vraag bij mij nog steeds. Van wat voor rol is hier? Maar tweede, wat nu versterkt wordt, is de woonbestemming op de Wolfskou. Want ik ben wel heel nieuwsgierig en ik wil graag horen van hoe het is met die woonbestemming op het rechthuis. Want er ligt volgens mij een verzoek van de eigenaar om daar het een en ander mee te doen. Daar wil ik zomaar geen vrijbrief van geven om dat aan te passen. En daarnaast, als het waar is wat de inspreker gezegd heeft, dat een deel van de Wolfskou buitengebied gaat worden, dan wil ik ook graag horen of dat. Want inderdaad, ik heb het niet uit de tekeningen kunnen halen en dan wil ik graag weten of dat zo is. Want het heeft voor mij in zeg maar, adviesvorm, is voor mij van belang van wat voor koers we verder met dit stuk gaan varen. De heer Dunnewind. We hebben geen aanvullende vragen, voorzitter. Het woord is aan de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van de inspreker, dat moet ik via een schriftelijke reactie laten uitzoeken. Ik ben niet op de hoogte van de feitelijke situatie en waar de veronderstelde discrepantie zou zitten. Kan dit worden gezien als een zienswijze? Volgens mij kan dat formeel niet. Dus op basis van de actualisatie van het bestemmingsplan, wat meer is dan alleen maar het inkleuren, dus ook begeleiding van het traject en het proces, et cetera, zal meneer Hogendorp nogmaals hetgeen hij voorlas net als zienswijze schriftelijk moeten indienen en dan wordt hij meegenomen in de zienswijze nota en de beantwoording daarop. Ten aanzien van de bebouwing zoals die geldt bij recreatieve voorzieningen. Ik stel het zo voor, een ondernemer mag een bepaald gedeelte bebouwen, die is vergund. Dan willen wij het aan de ondernemer laten. Stel dat er 50 vierkante meter receptie is vergund, dat hij zelf bepaalt waar die 50 vierkante meter receptie wordt gerealiseerd. Dat wij dat niet gaan voorschrijven, van het moet precies op die plek, maar dat het op de plek komt waar het de ondernemer het beste uitkomt. Het zij aan de weg, het zij als het een ondernemer die georiënteerd is op vaarbewegingen, dat het daar komt, dat mag de ondernemer zelf weten. Dus niet dat wij de meetlat gebruiken, maar dat we piketpalen staan. Onder die voorwaarden, zoveel vierkante meter in die verschijningsvorm, mag u zelf bepalen waar die komt. Zo moet u dat zien.
de expertise van de BOA inzetten. Ik heb een ambtenaar die heel veel kan. Die dat heel goed kan begeleiden. Alleen hij kan niet dat bestemmingsplan zelf schrijven. Wij huurden meestal, en dat is te doen gebruikelijk, dat of de opdrachtgever of wij zelf in dit soort trajecten, bijvoorbeeld als we het hebben over Hessenweg West 1, hadden we ook een bureau dat het bestemmingsplan heeft geschreven in al haar facetten. En dat kostte dan eenmaal die 20.000 euro. Anders hadden we het niet gedaan, anders deden we het wel zelf. Als we de expertise hadden, deden we het zelf. Ten aanzien van de mogelijkheid recreëren, mevrouw Schunselaar. Dat is en blijft een wederkerig probleem. Steeds weer, en dat is al vanaf de jaren van de eindjaren 90, vragen eigenaren van recreatiewoningen of ze daar niet permanent mogen wonen. En minister op minister heeft daar steeds een oordeel over geveld. En in een aantal situaties heeft dat geleid tot een objectgebonden beschikking, dan wel een persoonsgebonden beschikking. Het rijksbeleid is in die zin niet veranderd en het provinciaal beleid is ook nog steeds, zoals de provincie het al sinds jaren dag hanteert. Wij zijn daaraan gebonden. Meneer De Jonge, ik heb van een aantal partijen begrepen dat ze deze route zoals die wordt voorgesteld, dat zij daarmee kunnen leven. Hoe gaan we daarmee verder? Hier komt ten allen tijde het bestemmingsplan ter vaststelling terug, inclusief de zienswijze. U wordt niet kaltgesteld, om dat met een goed Nederlands woord te zeggen, en u wordt ook niet buiten spel gezet. Als u dat wel heeft, dan wil ik u laten zien, als een soort prelude, hoe het bestemmingsplan zoals het erin zagen gaat, hoe dat eruit ziet. Dat ter geruststelling. Ik ga niet weer in het mes vallen dat u het gevoel krijgt van we worden buiten spel gezet. Dat gaan we dus niet doen. Tijdens van de Wolfskuil heb ik al gezegd. Dat gaat mijn pet erboven. Dan moet ik via een schriftelijke reactie ambtelijk laten uitzoeken hoe dat nou precies zit. En ten aanzien van het Reggehuis. Gisteren, en u weet allemaal wie die eigenaar is. Dat is de heer Gerrit Thijhuis van Rozum Thijhuis. Samen met meneer Kleinjan hier uit Ommen, die zijn bij me geweest. Of er niet een mogelijkheid was om hem om te zetten naar reguliere woningen. Mijn antwoord is daarop is geweest, en dan mag u navragen aan Huip Nolters. Nee, wij hebben die ruimte niet. En het blijft voorziet niet in het omzetten van recreatiewoningen naar reguliere woningen. Punt. Het wordt weer anders op het moment dat wij meer mogen bouwen op basis van Primos 2016. En we alle harde bouwplancapaciteit al hebben ingevuld, dan gaat de ladder tellen. En dan moeten wij kijken waar wij onze prioriteiten stellen. Maar ik ga niet naar Zwolle om te vragen of daar woningen mogen komen. En dat is de boodschap die ik de heer Thijhuis heb meegedeeld. Voorzitter, tot zover. Wie wenst in tweede termijn? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, gezien de reactie, en die begrijp ik, die had ik ook al teruggekoppeld gekregen van de wethouder, is het dan, deelt hij dan mij van dat het dan van wezenlijk belang is dat er helder wordt dat er hier in het bestemmingsplan staat wonen dan wel recreatie. Want als u zich vasthoudt aan de punten, dat heeft u al eerder met deze raad gecommuniceerd, ook naar aanleiding van vragen die er gesteld zijn, dan wil ik graag op korte termijn helder hebben of dat wonen is en wat er met de rest van de Volkskou gaat gebeuren, of dat buitengebied gaat worden. En dan, voorzitter, had ik nog kijk, het viel ons op, hè, en als je in de fractie zo'n stuk leest, dan denk je, hé, wat is dat nou, een seksinrichting? Ja, die was er ooit. En wat bij ons opkwam, is van het staat... Gaat u verder? Ja, u heeft uw stuk niet goed gelezen, maar er staat er helder in, dat er een bestemmingsplan wijzigt. Ja, maar dan begrijp ik dat... Wat bij ons opkwam is, want er staat sumier in omschreven, vraagt de eigenaar van de woning of de bestemming seksinrichting eraf kan. Ik heb het op moeten zoeken waar het was. Het schijnt dat ik er dagelijks langs kom. Het is tegenover de Beste Molen bij de rotonde. Je kunt, ja, nee, daar is het. Ja, die heeft die aanduiding gevraagd is aan de eigenaar of hij die bestemming wou handhaven. En de eigenaar heeft gezegd van, ik heb er helemaal geen belang bij, haal het er maar af. Dat betekent dus dat er in Ommen, wie geïnteresseerd is, jawel, de mogelijkheid bestaat nog steeds, maar u hoort daar de procedure voor te doorlopen om het te willen effectueren. Dus
Hammerweg 62, daar gaat hij af. En dat opent weer deuren voor anderen. Aanzien van wat u vroeg wonen recreëren, daarvan heb ik al gezegd, daar krijgt u schriftelijke reactie, een reactie op. Ja. Meneer Hogendoorn. Dank u wel. Ja, misschien heb ik het u toch wat te ingewikkeld voorgesteld. Gezien de reacties. Ik heb een voorstel aangegeven waarvan ik zeg van dit is de kaart die ik ontvangen heb van de ambtenaar van de desbetreffende woningen. 14 recreatiewoningjes. En er staan ook al 4 burgerwoningen. Dus het is niet allemaal recreatief. Maar het is gewoon een stukje wat blijkbaar vergeten is om het mee te nemen in het totale bestemmingsplan. Het andere, dat is een bestemmingsplan zoals het al goedgekeurd is in 2013, waarin staat dat het rechtenhuis nu benoemd is als wonen. En dat rechtenhuis, dat wordt ook al inderdaad bewoond door een groot aantal mensen, 60 bungalows, maar 5 personen, dus zeg maar 300 man. Dus ik hoop dat daar allemaal toeristenbelasting vandaan komt, want dan hebben wij dat tekort een beetje wat weg kunnen werken. Maar dat is de huidige situatie. En de feiten waar ik eigenlijk om vraag, is niet meer dan de bestemming zoals het in het rechtenhuis telt, dat ik dat ook krijg. Want wij hebben het toch allemaal over recreatiewoningen. En dat wij daar willen wonen in de toekomst, ja graag. En ik zie ook wel aankomen dat een keer dat het rechtenhuis afgeveegd wordt, dat er zorgwoningen komen. En dan is eigenlijk het rechtenhuis, de bungalow, is eigenlijk verleden tijd. Ja, dat zie ik wel een keer gebeuren. Want in het nieuwe bestemmingsplan 2013, daar staat bij wonen ook de zorg. En dan is dat een hele mooie koppeling om daar toch, meneer Wessels, tegemoet te komen. Misschien ben ik een beetje voorbarig, maar dat is mijn visie. Niet 2020, maar misschien nog langer. Ja. Goed, bedankt voor uw Dat was mijn opmerking. Dank u. Dan gaan we nu over naar punt 14. Meneer Gorseman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Graag de commissie. Ik sta achter het behoud van het kabietschieten als een eeuwenoude traditie. Maar dan moet het wel in lijn blijven met die traditie. Jarenlang werd door onze overburen op Oudejaarsdag met kabiet geschoten. Dat vond plaats op minder dan 150 meter van onze woning. En daar hebben we eigenlijk nooit, en ook onze paarden, nooit overlast van ondervonden. Een korte schrikreactie bij die eerste knallen en dan was het voorbij. Helaas zijn onze overburen met deze traditie gestopt. Vorig jaar werden we echt bijzonder onaangenaam verrast door dat op ongeveer 600 meter van ons huis met een of ander groot kanon werd geschoten. Die knallen waren dermate ernstig dat bij de eerste keer onze paarden volledig in paniek raakten. Mijn vrouw heeft ze met moeite kunnen bedwingen dat ze binnen de omheining bleven. Hij heeft 1 paard weten op te sluiten. En ja, daarna is het de hele dag nog door blijven gaan. Ondanks het feit dat de politie was gewaarschuwd vanwege het gevaar voor de paarden. We hadden toen geluk dat de paarden in de paddock stonden. Hadden ze in het weiland gestaan, waren ze waarschijnlijk door het raad heen gegaan. En dan wil ik nog niet weten wat er was gebeurd. Het is dit soort excessen waar ik grote moeite mee heb, want dit heeft niets met de traditie te maken. Het voorstel tot de wijziging van de APV is veel te vrijblijvend als het gaat om gebruik van vaten groter dan 50 liter. Persoonlijk juich ik een totaalverbod op het schieten van vaten van groter dan 50 liter van harte toe. Zodoende wordt er recht gedaan aan de traditie. Waarom moet alles groter, harder en gevaarlijker? Bij nagraag naar het argument om grote vaten naar melding toe te staan,
werd genoemd dat er voor een verbod niet genoeg mankracht is om dat te handhaven. Ik vind dat een drogreden, want dan zou er ook geen mankracht kunnen zijn om excessen tegen te gaan in geval van melding van overlast. Mocht de raad toch kiezen voor het kabietschieten met grote vaten, dan zou ik toch willen graag het volgende in overweging willen geven. Het doen van een melding zoals nu voor ligt is te vrijblijvend en geeft te weinig recht aan betrokken omwonenden. Omwonenden zouden de mogelijkheid moeten krijgen om bezwaar te maken tegen het kabietschieten met grote vaten in hun directe omgeving. In verband met geluidsoverlast de tijdzone beperken tot 31 december 1800 uur in plaats van tot 2 uur 's nachts. Zoals bijvoorbeeld ook in de gemeente Assen geldt. En er zijn meer gemeentes. Een afstand van 75 meter tot de bebouwing is in geval van vaten groter dan 50 liter gevaarlijk kort. Gevaar voor gehoorschade is bij dat soort vaten op zo'n korte afstand reëel. Het is dan ook aan te raden om een maximaal geluidsniveau, bijvoorbeeld 75 dBA, te definiëren op de dichtstbijzijnde bebouwing. De afstand van 300 meter tot inrichtingen waar dieren worden gehouden, dient te worden aangevuld met huisvesting voor hobbydieren. Een inrichting wordt meestal gezien als een bedrijf waar een milieuwetgeving voor verplicht is. Dus om de hobbydieren niet uit te sluiten, met name de paarden, zou dus ook de huisvesting voor hobbydieren meegenomen moeten worden. Voor vaten, en zoals vorig jaar is gebleken, van groter dan 50 liter... is een afstand van 600 meter nog niet eens voldoende. Hiervoor zou een afstand van 1 kilometer moeten worden aangehouden. Tot de dichtstbijzijnde bebouwing. En dan nog zou je ze niet mogen richten op een bebouwing binnen een straal van 1 kilometer. Tenzij op eigen bebouwing. Ik weet zeker dat als iemand op zijn eigen huis met de richting in zijn eigen huis gaat schieten, dat je er heel gauw mee ophoudt. Want dan gaan ze een voorgevel eruit. Een algeheel verbod voor vaten groter dan 500 liter. Dit om excessen met bijvoorbeeld omgebouwde giertanks te voorkomen. Dat was het, dank u wel. Zijn er vragen voor meneer Gorseman? Geen vragen. Dan mag u uw plaats weer innemen. Nou mis ik zelf in dit voorstel eigenlijk een beetje het voorafgaande proces. Dus ik vraag of de portefeuillehouder APV nog iets wil schetsen over het voorafgaande proces. Dank u voorzitter, dat doe ik graag. Ik ga overigens nog wel even naar hoe het kan, want ik weet in ieder geval dat we in het college een wat uitgebreider document besproken hebben met wat meer achterliggende stukken. Van in ieder geval onze bedoeling was om die wel met de raad te delen. En dat bezag juist wat op dat proces en wat we daarin gedaan hebben. Ook de media aandacht die daarvoor is geweest. Kort en goed komt het erop neer dat in de aanloop naar oud en nieuw van afgelopen jaar de politie met name aandacht heeft gevraagd voor het kabitschieten. En heeft aangegeven dat, ondanks het feit dat het een eeuwenoude traditie is, het toch wel goed is om ons bewust te zijn van ook de effecten die kabitschieten heeft. Dat heeft toegeleid dat we op 31 december een andere lange traditie voortgezet hebben. Namelijk dat de burgemeester van Ommen eigenlijk de gemeente ingaat om te kijken bij het kabitschieten. En daar al dan niet een glaasje cola bij drinkt. Nou, dat heb ik ook gedaan met de assistentie van de politie. Het was overigens een zeer genoegzame dag waarbij we de meeste locaties waar geschoten is wel gezien hebben. Overigens niet de locatie waar de heer Gorseman aan refereert. Nou, dat heeft een redelijk aardig beeld gegeven. We hebben ook in kaart gebracht waar allemaal geschoten wordt. Vervolgens hebben we wat dingen voor onszelf op een rij gezet. Van wat hebben we nou geconstateerd? Wat waren opvallende zaken? Daar komen verschillende dingen uit. We hebben daar een avond over georganiseerd hier op het gemeentehuis. We hebben groepen gericht daarvoor uitgenodigd waar we mee in contact waren gekomen op 31 december. En we hebben ook een oproep gedaan in de krant. Dat heeft ertoe geleid dat op die avond, dan moet ik niet jokken, maar 7 of 8 groepen vertegenwoordigd waren. De meeste allemaal in een aantal mensen, dus 3, 4 man namens een groep.
En eigenlijk moet ik zeggen, was dat onder de daar aanwezigen voorkeur nadrukkelijk had om vooral niks te veranderen. En gewoon eigenlijk door te gaan zoals dat al heel lang gebruikelijk is. Omdat het beeld toch wel is van, ja, we doen het gewoon eigenlijk op een leuke manier. Er wordt heel veel van genoten. We doen dat veilig en verstandig. En er was ook niet zo heel veel begrip voor het feit dat we los van de APV ook een aantal andere wetten en regels hebben die eigenlijk ook aan de orde zijn. Bijvoorbeeld als je karbid schiet en je hebt daar ook gratis verstrekking van drank bij, wat gebruikelijk is. Hè. Er wordt een tentje opgezet en er wordt een krat bier neergezet en een melkbus bij de entree waar dan niet mee geschoten wordt, maar waar je een euro in kunt gooien. Ja, dan ben je feitelijk een openbare inrichting die als je drank verstrekt daar ook een vergunning voor moet hebben. Nou, dat is allemaal redelijk complex. De vraag is of je in één jaar van de kelder naar de zolder moet willen komen. Ik denk ook dat dat een beetje te veel gevraagd is. Maar het is wel zo dat ook door de toenemende aandacht voor veiligheid je wel stappen moet zetten. Dus dat hebben we ook gedaan. Dat is ook wat u vandaag voor ligt. Nou, dat proces hebben we eigenlijk doorlopen. Ik denk dat de echte schieters het liefst hebben dat we ze met rust laten, laat ik het maar zo formuleren. Dus in die zin komt dit voorstel misschien niet helemaal tegemoet aan hun wens, maar het is wel iets waar ik als portefeuillehouder in overleg met de betrokken diensten achter kan staan. Dus dat iets over het proces, voorzitter. Wie van de commissieleden wenst hierover het woord? De heer Lubbing. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat verheldert het een en het ander. Het proces was ons even niet duidelijk als CDA. Natuurlijk, wij houden ook van tradities en gewoontes hier in de omgeving. En zeker het karbidschieten en dat soort dingen. En mijn vraag was dus ook, wie zijn er allemaal bij betrokken geweest? Maar u hebt het keurig verwoord. Wat echter nog wel voor ons belangrijk is, is die 50 liters... dan moet het gemeld worden. Zit er ook een maximum aan? Want u gaat dan beoordelen of het inderdaad plaats kan vinden, of men voldoet aan. U hebt een aantal criteria ervoor gesteld. Maar stel, hoe ver gaat het getal boven de 50? Moet daar niet een grens aangesteld worden of zoiets? Dat was mijn vraag. Dank u. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik heb twee vragen. Allereerst, want er staan een aantal dingen in over melding. Van hoe gaat u om met zo'n meldingsplicht, hè? Als daarvan afgeweken wordt. En tweede gaat over die vergunning voor de tent waar alcoholische dranken. Zit daar een meldingsplicht of gaat u daar gelijk op handhaven wanneer dat toegepast wordt? En ten tweede, van als dat gemeld wordt of er een aanvraag komt voor een evenementenvergunning en de aanvrager voldoet aan de eisen conform de Drant- en Horecawet, van waar ligt de grens aan om het wel of niet te verlenen? De heer Mors. Dank u, voorzitter. Nou, we zien het als een aanscherping van het bestaande beleid. Een duidelijke aanscherping, prima. Maar dan ook monitoren en handhaven. Heel duidelijk. Maar de vraag die wij nog hebben, wie beoordeelt aan welke aanvullende voorschriften straks voldaan moet worden en is dat vooraf duidelijk wat en hoe, dus bijvoorbeeld als het een aanvraag is van meer dan 50 liter. En dan hebben we nog een andere vraag. Is het college bekend of er vorig jaar eventueel ook nog rond de jaarwisseling extra overlast is geweest van vuurwerk? En zo ja, zou het college dan ook overwegen op bepaalde gebieden een vuurwerkverbod in te stellen? Of juist het stimuleren in de gebieden om leuke dingen in een groot feest van te maken. We hebben het hier over karbid en niet over vuurwerk. Er ligt hier een verordening, een APV-wijziging voor over het karbid. Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Ook even een aanvullend nog vragen. De meeste vragen zijn inmiddels gesteld. Er wordt hier aangegeven een vaten met een inhoud van 50 liter. Wat mij nog verbaasd is, waarom staan er geen aantallen bij? Want als je er een batterij van 20 naast elkaar hebt van 50 liter, dan heb je ook een leuk knal. Want dat zie je heel veel in het buitengebied, dat ze een heleboel van die dingen naast elkaar zetten en daarmee die regeling misschien wel torpederen van boven de 50 moet je een vergunning aanvragen of een melding doen. En dan zou ik
aansluitend op de inspreker, want ja, ik ben ook ervaringsdeskundig met kabietschieten vlakbij mijn paarden, dus ik weet wat het effect is. Dan is 300 meter voor een 50 liter bus is acceptabel, dat is goed. Maar als er zo'n batterij staat of het is meer, dan is die afstand van 300 meter echt te kort. Dat geeft ongeluk. Ik zou sowieso een meldingsplicht doen, regelen dat de mensen in de buurt het gaan melden dat ze het gaan doen. En dat eventueel de beesten binnengezet kunnen worden voor de veiligheid. Want je wilt ook niet hebben dat het spul op de loop gaat op zo'n moment. Dat kan er wel eens andere ongelukken voor zorgen die je niet wil hebben. Al is het al niet voor de dieren zelf, maar ook niet voor de mensen die daar in het openbaar aanwezig zijn. Dus daar zit nog even wat vraagtekens. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook een beetje in aansluiting wat mevrouw de Gas afvroeg. Wat zijn nou de criteria? Want als het alleen het volume is van 50 liter, ja, heb je daarmee alle problemen getackled? Want er zijn denk ik technisch gezien nog wel meer varianten te bedenken, waardoor je toch het volume dan wel het effect hebt waarbij de omgeving zich wat minder prettig voelt. Dat was het. En tot slot de ChristenUnie, de heer Masman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Tradities zijn er om in ere te houden. En niets is er zo kenmerkend voor onze omgeving als het schieten met kabit op Oudejaarsdag. En we lezen ook dat er gewoon een heel groot draagvlak is voor dit fenomeen. Dus het aan banden leggen en reguleren van dit soort tradities mogen wat ons betreft tot een minimum beperkt worden. Maar we begrijpen wel dat veiligheid een issue is. Maar waarbij ik dan ook moet zeggen, is dat de grotere kabitplekken die ik zelf bezoek, hebben wat dat betreft veiligheid best wel hoog in het vaandel staan. En het publiek staat achter een lint. Er wordt gewerkt met een vaste club mensen die gehoorbeschermers dragen. Het afschieten van kabit gebeurt meestal al met automatische ontstekers. Dus in die zin is men al best wel met veiligheid bezig. En dan zou mijn vraag ook zijn, van zijn er de laatste jaren ongelukken geweest in Ommen? Dat er naast melkbussen ook andere vaten worden gebruikt is op zich wel logisch. Want het fenomeen melkbus, de melkbussen die raken langzaam uit de tijd. En die zijn bijna niet meer te verkrijgen. We begrijpen dat mensen dan ook wel grijpen naar allerlei constructies. En dat gaat van klein tot soms heel groot. De meldingsplicht van 50 liter. Aan de ene kant wat moeite mee. Aan de andere kant hopen we wel dat de burgemeester coulant zal zijn. En ook echt de situatie zal bekijken. Waar we wel wat meer moeite mee hebben is de 300 meter regeling van inrichtingen waar dieren worden gehouden. Want als je de traditie van kabitschieten goed bekijkt, dat betekent dat je op Oudejaarsdag met een club mensen, vaak op het platteland, je verzamelt op een boerderij en daar onder het genot van een hapje en een drankje kabit gaat afschieten. En 9 op de 10 keren zal dat gewoon een boerderij zijn waar gewoon vee staat. En dan denk ik bij mezelf van, kunnen wij dan zomaar echt gaan verbieden dat men op een eigen terrein waar men dieren houdt, kabit gaat afschieten? Dus ik denk, dat moet toch een misverstand zijn. Dus ik vraag de portefeuillehouder, ik vraag de burgemeester om daarop te reageren. Die denkt nog even na en komt nu met een reactie. Ja, dank u, voorzitter. Ja, de laatste moet ik inderdaad even over nadenken. Ja, ik heb net geprobeerd in de eerste bijdrage die ik van u mocht doen al iets te zeggen over de afweging die ik heb geprobeerd te maken tussen de eeuwenoude traditie en iets wat door onze bevolking hooglijk gewaardeerd wordt, zo blijkt ook uit de veiligheidsmonitor, en ook de verantwoordelijkheid die ik in mijn rol als burgemeester heb voor de veiligheid. En dan moet je ergens een evenwicht in zien te vinden wat denk ik recht doet aan alle uitgangspunten die je daarbij in acht neemt. En dat is niet makkelijk. Dat zal ik u ook maar heel eerlijk zeggen. Dus het was voor mezelf ook wel een dilemma hoe daarmee om te gaan. Want als ik veiligheid had laten prevaleren, dan zou ik zeggen ik ga voor het nulrisicobeleid. En dat betekent gewoon dat we in deze gemeente stoppen met kabit schieten. Want wat is er makkelijk dan geen risico hebben en iets niet toestaan? Nou, dat leek me niet zo wenselijk. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd, met name rond die grotere zaken zoals de giertanks. Ja, dat is wat je toch wat wilt reguleren, maar ook met name de politie aandacht voor vraagt. Nou, daar is eigenlijk dit uitgekomen. Als je kijkt naar wat hebben we in de gemeente aangetroffen, dat varieert een beetje van de buurt die gezellig op het schoolplein met een elektrisch ontstoken melkbus schiet. Over al die melkbussen, laat ik dat er ook mee zeggen, worden allemaal plastic ballen afgeschoten. Hè. Dus het is niet zo dat er nog harde voorwerpen zoals vroeger worden weggeschoten. Het gaat altijd om een plastic bal.
van de enkele elektrisch of elektronisch afgevuurde bal tot soms een serie van melkbussen die nog inderdaad met een ontsteker afgebrand worden met de oorbescherming op en dergelijke. Dus je ziet eigenlijk alle varianten wel. Soms in de bebouwing, ja, dat weet u ook allemaal wel. Soms echt midden in Ommen. Soms aan de rand van een dorp, Leemel is daar een voorbeeld van. Of gewoon bij een boer inderdaad op een weiland. Dus het varieert een beetje. Het zijn soms vriendengroepen, soms families. Soms is het een dorpsvereniging of een jeugdvereniging uit een dorp. Dus dat verschilt ook wel. Je kunt zich misschien ook wel herinneren dat we de jeugd uit Leemel hier op bezoek hadden. Die ook gezegd heeft van, waarom krijgen we nou eigenlijk niet wat meer waardering voor wat we allemaal organiseren? En zou de gemeente ons niet kunnen subsidiëren in plaats van een rekening sturen voor ontheffingen die we moeten aanvragen? Nou, dat is eigenlijk allemaal in gesprek. Wie waren betrokken? Nou, dat heb ik inderdaad uitgelegd. De heer Leuwik vroeg dat ook nog een keer. Ja, die 50 liter tanks versus groot. 50 liter is gewoon eigenlijk een traditionele melkbus, kun je zeggen. Nou, daarvan hebben we gezegd, laten we ons daar nou niet intensief mee gaan bemoeien. Dat is gewoon hoe het is. Overigens snap ik wel wat mevrouw Legast zegt. Ja, als je er 10 naast elkaar zet, dat is samen ook 500 liter. Alleen het effect van die van een kleine melkbus is toch wel wezenlijk anders dan van zo'n grotere, bijvoorbeeld giertank of omgebouwde tank. Dus vandaar dat we daar niet naar hebben gekeken. Mijn ervaring is ook niet dat het, tenminste ik heb het niet gezien, meer dan een stuk of 10 naast elkaar zijn. Hè? Dus het is ook niet zo dat er in één keer 20 of 30 van die dingen naast elkaar staan. Ja, en dan die beleidsregels, hè? Die staan hier niet echt in. Dat is feitelijk de bevoegdheid van de burgemeester, maar waar u aan moet denken is het volgende. Een van u noemde dat ook al. Dat daar waar geschoten wordt en hoe ver de bal reikt, dat het in ieder geval wordt afgezet met de lint. Dus dat het ook duidelijk is dat daar niemand mag komen. Dat tijdens het evenement in ieder geval een aantal mensen zijn aangewezen en herkenbaar zijn namens de organisatie. En ook op dat moment geen alcohol nuttigen. Dat er iemand aanwezig is met een EHBO-kist en mogelijk, zeker als het om grotere giertanks gaat, daar hebben we het dus nu over, ook eerst de hulp zou kunnen verlenen. Dat zijn toch een aantal dingen die men nu niet hoeft. Waar ik wel aan zit te denken om de komende tijd in een soort van beleidsregel uit te schrijven. Zodat ik ook niet van geval tot geval in de verleiding zou kunnen komen om andere regels te stellen. Maar gewoon een aantal uitgangspunten. Als u zo'n grote tank wilt schieten, prima. Maar dan dient u hieraan te voldoen. Niet om het onmogelijk te maken, maar wel om een aantal zekerheden in te bouwen. Mijn inschatting is overigens dat voor de meesten dat ook geen enorm probleem is of grote verandering. Wat wel een... nou, hoe gaan we dan met de melding om? De melding komt binnen, daar kijken we naar, wij verstrekken de beleidscriteria en dan zeggen we, nou, daar zou u aan moeten voldoen. Verandert er iets? Kijk, in principe als je een tent neerzet en het is zo dat je daar eten en drinken verstrekt en dat drinken heeft ook een alcoholisch karakter. En je vraagt daar een vrije gift voor, ja, dan val je onder de drank- en horecawet. Dus dat betekent feitelijk dat je dan over een vergunning dient te beschikken. Hebben we dat tot nu toe hard op gehandhaafd? Nee, dat is niet aan de orde geweest. Maar het is wel wat we hebben aangegeven, dat daar waar je dat doet, dat die wet en regelgeving wel geldt. Nou, waar je het over zou kunnen hebben is of op de plekken waar je daarmee probeert een leuke sfeer te creëren in een gemeenschap. En het gaat denk ik om hooguit 3, misschien 4. Of je niet wel zegt van je moet dat traject door. Maar we zijn bereid om daar als gemeente bijvoorbeeld de leesjes om niet te doen. Dus dat we in ieder geval geen kosten opwerpen. Zo zou ik me iets bij voor, heb ik niet met de collega's afgestemd, maar daar zou ik me wel iets bij voor kunnen stellen. Maar om het niet... de regel te stellen zou ik wat minder verstandig vinden, omdat je dan feitelijk, ja, dan krijg je een beetje een grijs schemengebied. Ik denk niet dat we dat zouden moeten willen. Waarbij ik overigens ook zeg, we hoeven ook niet nu in één jaar van de kelder op de zolder te komen. Dus volgens mij is het ook verstandig om met deze groep tot enige gewenning te komen. En dat overigens wel te monitoren. Dus wij blijven gewoon ook actief op 31 december. Wie beoordeelt? De gemeente. Maar laat ik ook één ding zeggen. Wij hebben geen technische deskundigheid in huis om, je kunt niet in zo'n giertank kruipen, maar om eromheen te snuffelen en te kijken of het ding echt veilig is. Dus wat ik ten alle tijden zal blijven doen, is het eerste wat ik zal zeggen. Ik vind het prima dat u een giertank wenst te gebruiken om karbid te schieten.
Maar het is uw verantwoordelijkheid. En de gemeente neemt die verantwoordelijkheid ook niet over. Dus het is niet zo dat als wij uw melding geaccepteerd hebben, dat wij dan u het brevet geven dat het een 100% veilige situatie is. Als u dat wilt, 100% veilig, dan moet u vooral niet schieten. Die verantwoordelijkheid ga ik in ieder geval niet overnemen, want ik ben ook niet in staat om dat te doen. Als u dat zou willen als gemeenteraad, dat mag, dan is er eigenlijk maar één optie. Of er moet een nieuw voorstel komen waarin we geld vragen om deskundigheid in te huren om dat te gaan toetsen. Of er moet een voorstel zijn waarin u zegt, nou, dat verbieden we. Dat kan ook. Zou ik u ooit niet voorstellen, want anders hadden we een ander voorstel gedaan. De 300 meter, ja. Kijk, op dit moment is er helemaal geen regel, hè, of amper een regel. Dus laat me zeggen, we hebben inderdaad een regel gekozen. Wat voor dieren gaat het dan om? Gaat het dan ook om hobbydieren? Ja, wat valt er dan onder? Is een paardenhouderij hobbymatig? Is dat dan ook iets waar je rekening mee moet houden? Geldt dat ook voor een hondenpension? Ja, wat mij betreft wel. Ja, dus het is niet zo dat ieder huis met een huisdier, een poes of een kat of een hond, dat we dat bedoeld hebben. Maar het gaat inderdaad wel om, als je weet dat mensen een paard bij huis hebben met een stal en een weide, of mensen hebben een hondenkennel, ja, daar hou je natuurlijk wel rekening mee. Dus dat moet er wel onder verstaan worden. Althans, zo hebben we dat wel bedoeld. Is 300 meter dan genoeg? Ja, eigenlijk het vervelende hiermee is dat er niet zo gek veel regelgeving is. Hè? Dus je doet ergens een aanname en onze aanname is dat 300 meter voldoende is. Kijk, die ballen komen in ieder geval geen 300 meter en een knal. Ja, het vervelende is, er wordt ook vuurwerk afgeschoten wat misschien wel minimaal zoveel knalt en lawaai maakt als karbid. Dus het kan ook best zijn dat u dingen hoort op zo'n dag wat helemaal niks met karbid te maken heeft, maar gewoon met vuurwerk. Dus dat is altijd wat lastig te zeggen. Ik vind de suggestie van mevrouw Lagasse-Oost wel een goede omwonenden in een straal van zoveel meter te informeren over het feit dat je van plan bent om met kabit te gaan schieten. Dus eigenlijk zou ik die suggestie wel willen overnemen in mijn eigen beleidsregels als het gaat om u mag best schieten met zo'n tank. Maar meld het dan wel even aan de buren in een straal van zoveel meter. Dat vind ik een goede suggestie. En dan die laatste opmerking van de heer Marsman, daar twijfel ik een beetje over. Of wij dat kunnen verbieden op het erf van iemand zelf. Gevoelsmatig zou ik zeggen ja. Maar we komen wel in het private domein. Mag je iemand verbieden om iets in zijn tuin te doen? Ik denk het wel. Maar voor de zekerheid zoek ik het even voor u uit. Daar kom ik op terug in ieder geval. Ik denk dat ik alle vragen en opmerkingen zo ongeveer gehad heb, voorzitter. Wie wenst er nog het woord? De Marsman. Nou, ik ben in ieder geval blij met de toezegging van de burgemeester dat hij dat gaat nakijken. Ik heb ook wel de indruk dat we nu ons wel heel erg focussen op een aantal kabitplekken waar dus inderdaad willekeurig, of niet willekeurig, maar op een plek ergens in of buiten om iets van wat bijna een evenementachtig karakter heeft. Maar wat we niet moeten vergeten is dat de traditionele kabitschieten juist is dat je met een kleine groep mensen op het platteland je verzamelt op één boerderij. Het is ook vaak zo dat zo'n boerderij dan ook zeker 300 meter van de volgende af ligt. En de volgende is gewoon een van je kameraden of een van de buren. Waar het dus mij om gaat is dat ik het in principe onbegrijpelijk zou vinden als we inderdaad mensen gaan verbieden op hun eigen terrein waar men zelf commitment voor heeft, waar zelfs ook de omliggende boerderijen commitment mee heeft, omdat men dat samen doet, om dat dan daar regulerend te gaan optreden. Ik kan me niet voorstellen, dan haal je er wel het traditionele, hè, want al die kabitplekken die ontstaan, dat is iets wat ontstaat in de afgelopen jaren, en dat heeft bijna iets hypesachtig, maar dat ouderwetse traditionele kabitschieten, daar moeten we voor zorgen dat we dat wel in ere blijven houden, en dat we daar ook kans voor blijven creëren. Na dit hartstochtelijke pleidooi voor de traditie is het woord aan de heer Bongers. Ja, voorzitter, de portefeuillehouder schetst net van ja, als er een melding is, dan en we geven alsnog toestemming om zeg maar die kabiet te schieten met die apparatuur. Maar dan onder de vermelding van wij kunnen de veiligheid niet garanderen, daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Maar het leidt ons toch ook wel een risico als dat de enige boodschap is. Ik begrijp heel goed dat de gemeente geen expert is op het gebied van deze explosies. Maar om dat alleen maar te kunnen zeggen of alleen maar te zeggen van ja, het is jullie eigen verantwoordelijkheid. Ik ben bang dat als het mocht het onverhoopt tot iets komen, dat onvoldoende is. Dus ik
vraag me toch af of dat wel de geëigende weg is. Ik heb overigens niet begrepen dat er toestemming verleend wordt. Er worden gebruiksregels aangegeven. Het woord is aan de heer Mors. Nou, ik zit ook een beetje vaak op de toer van worst case scenario. En ook in dit geval zou ik de portefeuillehouder toch willen vragen om daar even nog juridisch naar te laten kijken. Ik heb nog een voorbeeldje van een monster truck en ik zou u daarvoor willen behoeden. Het woord is aan de portefeuillehouder. Nee, het voorbeeld van de monstertruck ken ik ook heel goed. En dat is natuurlijk bijzonder triest wat daar gebeurd is. Overigens was dat een door de gemeente vergunde activiteit. Zat daar ook de crux op vast. Want op het moment dat je iets vergunt, doe je daarmee ook de suggestie dat het blijkbaar in orde is. Het lastige hiermee is dat we dit niet gaan vergunnen. Hè? Dus dat was overigens ook wel een van de opmerkingen van die Gosseman. Die zei van, ja, waar zijn mijn rechten als burger? Want ik kan geen bezwaar maken tegen als iemand gaat kabit schieten. Nou, wij voorzien er dus ook niet in dat we een vergunning geven. Wat we zeggen is dat ik, voordat de datum van de meldingsplicht aan de orde is, ga ik een set met beleidsregels vaststellen. In mijn rol als burgemeester. Die zal ik bekendmaken. En dat betekent dus dat feitelijk degene die wensen kabit schieten, zich daaraan zullen moeten houden. Volgens melden zij dat ze van plan zijn dat te gaan doen. Dan zullen wij in ieder geval ook wel toetsen of ze aan de beleidsregels houden. Maar de verantwoordelijkheid blijft ten alle tijde bij de organisator liggen. Zou je vinden dat wij moeten toetsen of het voorwerp waarmee geschoten wordt, zo moet ik het zeggen, of dat voldoet aan veiligheidsregels? Ja, dat vraagt een expertise die wij in ieder geval op dit moment niet in huis hebben. Brandweer bijvoorbeeld ook niet. Ik vraag me ook af of die expertise echt in Nederland is. Die zou je dan misschien moeten inhuren. Dat is ook een wat lastige discussie hier. Maar daar moet je dan wel aan denken. Dat gaat met kosten gepaard. En dan hebben wij hier kostendekkende tarieven. En ik kijk maar even naar de portefeuillehouder financiën. Dan zou je die ook weer in rekening moeten brengen. Het is lastig. Ik zal u overigens ook zeggen, want ik had het voorbeeld van de monstertruc ook op de informatieavond. Nou, ik ben echt meerwaardig aangekeken. Hoe ik toch zelf tot die vergelijking zou kunnen komen. Want de mensen die in Ommen met kabit schieten, zijn er echt ten stelligste van overtuigd dat ze dat op een verantwoorde en veilige manier doen. En ik moet zeggen, wat ik zelf op 31 december heb gezien, en ik heb denk ik bijna alle groepen gezien, moet ik ook wel constateren dat ze in ieder geval allemaal weten waar ze mee bezig zijn. Dat ze ook snappen wat ze doen. En dat ze dat ook wel bewust op een veilige manier doen. Dus het is niet zo dat ik het beeld heb dat er maar wat aangerommeld wordt. En ik vraag me ook wel af, laat ik het hier ook maar zeggen, of de gemiddelde vuurwerk afschieten niet eigenlijk onveiliger bezig is dan een gemiddelde karbit schieten. Want een van u vroeg ook van, zijn uw ongelukken bekend? Ik geloof de heer Marsman. Nee, dat is niet zo. Terwijl als u mij vraagt, kent u ongelukken met vuurwerk? Nou, dan kan ik u denk ik wel een lijstje geven met voorbeelden van de afgelopen paar jaar in Ommen. Waarbij ook zo vaak kinderen en dergelijke in het spel zijn. Dat speelt hier natuurlijk helemaal niet. Maar ik vind wel, dat meen ik ook oprecht, als je de keuze maakt om karbit te schieten, het is je eigen verantwoordelijkheid. Het mag. Wij stimuleren het niet. Het mag. We gaan het ook niet verbieden. Maar je blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en niet de gemeente. Want wij zijn niet bij machten om die toetsen te doen. Ik kan het niet mooier maken, voorzitter. Hamerstuk of bespreekstuk? Hamerstuk. Nee, voorzitter. Dat ligt aan het antwoord wat ik krijg van de burgemeester over het uitzoeken. Oké. Okay. Nou, maar volgens mij, na jouw gloedvolle pleidooi, weet ik wel welke richting dat uitgaat. Meneer Bongers. Nou ja, misschien is het toch goed om daar een juridische toets op te laten doen. Want de aansprakelijkheid, ik denk dat het toch goed is dat we daar eventjes naar laten kijken. Voorzitter, dat mag, hè, maar als ik dan mag, want dit is een gesprek met de commissie. Hè? Stelt u zich nou eens voor dat dan toch de jurist, overigens is dit stuk ook door een jurist geschreven, maar goed, een andere jurist zou zeggen van ja, maar dat burgemeester, u zegt nou wel dat iemand anders verantwoordelijk is, maar u kunt niet helemaal wegduiken voor aansprakelijkheid. Ik kan
kunt u dan ook aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat? Richting een verbod of zegt u dan van organiseer dan maar intern dat die deskundigheid er komt en zorg maar voor een kostendekkende afwikkeling via de leesjes? Want dan heb ik ook een beetje een gevoel bij waar de commissie heen wil. Als ik mag, voorzitter. Nou, vooruit. Nou, dank u wel, voorzitter. Vierde termijn. Nee, we pleiten niet voor een verbod. Maar je vraagt je dan wel af, wat houdt die melding dan nog in? Want als je het niet kunt beoordelen, want dat zegt u feitelijk, dan geeft het een soort schijnzekerheid. En ik denk dat we daar toch wel eventjes... Ik vraag gewoon in alle openheid en alle eerlijkheid, kijk er nog eens even heel kritisch naar. Van wat heeft het dan voor toegevoegde waarde en welke risico's loop je ermee? Ik concludeer dat het een bespreekstuk wordt. Meneer Gorsman nog. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wou nog een kleine opmerking maken. Ik ben het eens met de heer Marsman over de traditie. Maar de originele traditie is wel een traditie met melkbussen en niet met grotere vaten. En dan ten tweede nog over het melden. Ik stel voor dat als er bij het melden, als er aan de... daarna klachten ontstaan, dat dan gewoon die activiteit stopt. Dus bij melding van klachten, heel simpel de zaak stoppen. Dank u wel. Dan gaan we verder met vaststelling van de afsprakenlijst. Er zijn geen opmerkingen over gekomen, dus het concept kan eraf. Het verslag is bij deze vastgesteld. Dan gaan we nu over naar agenda punt 5, exploitatie en tariefstelling begraafplaatsen. Wie wenst erover het woord? De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben over het algemeen geen problemen met het saneren van reserves. Nou, die keuze heeft de raad een aantal jaren geleden genomen en er komt op deze manier wat... de exploitatie ondergebracht daar waar het hoort, namelijk in de jaarlijkse begroting. In principe geldt dat ook wel voor dit voorstel, maar we hebben toch wel een aantal vragen. Want begrijpen wij nu goed dat het bedrag van 9 ton volgens het voorstel punt 4 gebruikt wordt voor herstel van het weerstandsvermogen? Hoe moeten we dan de uitspraak uitleggen onder het puntje ad 5a, dat de gemeente het graf- en begraafplaatsonderhoud waarvoor de rechthebbenden hebben betaald zal blijven waarborgen? Dat lijkt ons in tegenspraak met elkaar. En wij zouden dus eigenlijk heel graag in het raadsvoorstel opgenomen zien worden dat het geld wat rechthebbenden hebben betaald buiten schot blijft. Of dat er een opmerking komt dat geldige afspraken worden nagekomen. Want we praten hier namelijk niet over iets wat over een jaar bij iedereen nog vers in het geheugen zal liggen. Maar misschien ook wel pas gaat gelden over een x-aantal jaren waar er hier een compleet andere mensen rondlopen. En dan moet het wel duidelijk zijn dat dat geld gewoon ook inderdaad gewaarborgd is voor degene die ervoor betaald heeft. En een laatste vraag die we hebben is van hoe men precies komt aan de begrote aantallen en prognoses zoals in de bijlage staat. En die zijn op zich best wel belangrijk, want een onderschatting daarvan zou kunnen betekenen dat we aan het eind van de rit vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Dus we zijn op zich wel nieuwsgierig hoe die prognoses tot stand komen. Tot zover. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag ligt ook een beetje in het verlengde wat de heer Marsman al aangeeft. De lijst schijnt nu 900.000 euro over te zijn als reserve. Je kunt je wel afvragen hoe kan het dan dat we die ooit zoveel opgebouwd hebben. Maar laten we die vraag dan maar even zitten. En op zich het principe van de reserves saneren, daar ben ik een van de aanvoerders van geweest om dat te doen. Maar laat onverlet dat die 900.000 door een bepaalde groep mensen is opgebracht. En als het 900.000 euro te veel is opgebracht, dan zou het ook heel billig zijn dat die 900.000 teruggaat naar diegenen die 900.000 hebben opgebracht. Dus graag zou ik daar toch iets meer duidelijkheid in willen hebben. En vervolgens wordt er een nieuw tariefensysteem in geïntroduceerd. En op zich is dat ook niet geen slecht systeem, denken we. Maar
Dat vereist wel dat degenen die hier gebruik van maken, in één keer wel vrij veel geld moeten ophoesten. En dat kan voor sommigen toch best wel een lastig fenomeen zijn, waar vroeger men het in één keer kon afkopen, dan wel een jaarlijkse bijdrage. Ja, als die mogelijkheid niet meer bestaat, dan zal voor sommige mensen denk ik het heel lastig worden om in één keer 3.000, 4.000 euro minimaal op te brengen. Wat betekent dat? Hoe gaat de gemeente daarmee om? En lopen we daar ook niet een zeker risico mee? Het zou theoretisch in ieder geval kunnen betekenen dat men naar alternatieve vormen gaat kijken, als crematie. Nou, natuurbegraven zou ook nog kunnen. Maar het blijft natuurlijk een hele grote hap die niet voor iedereen, denk ik, in één keer op te brengen is. Nou, laten we het daar voorlopig maar even bij laten. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Kijk, die opmerking over die tarieven die dan omhoog gaan en mensen die daardoor toch in de problemen komen, die daar dus niet op gerekend hadden, die vraag die wilden wij ook graag stellen en ook graag beantwoord zien. En misschien is er dan, maar goed, het is maar een suggestie van, kan dat dan ook in termijnen gedaan worden of wat dan ook? Dus dat is de eerste vraag. Ik denk ook dat er voor mensen die het grafrecht hebben afgekocht, de situatie blijft nu zoals het is, hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat er dan wat commotie ontstaat van ja, wacht eventjes, geldt dat dan ook al? Nou, wat voor gevolgen heeft dat voor mij? Nou, reuring, dat woord hebben we vaker genoemd vanavond. Maar dit vind ik dan een andere reuring. Dus ik denk dat het wel een punt is om daar heel goed over te communiceren. Dan hebben wij in het stuk gemist de lange termijn exploitatiekosten. Daar zouden we graag toch iets meer over willen horen. Je hoort dat of je leest dat heel vaak hier in de gemeente Ommen. Ja, we hebben gekeken naar de gemeentes om ons heen. We hebben de benchmark in de gaten gehouden. Ik zou daar toch een beetje voorzichtig mee zijn, want je hebt je eigen beleid hierin. Zowel in de plus als in de min. Ten slotte, voorzitter, even kijken. Ik ben een beetje op het verkeerde been gezet. Ik heb het vanavond wel even met de ambtenaar nog over gehad, maar ik wil graag van de portefeuillehouder horen. De termijn voor kindergraven, blijft die nu 30 jaar of wordt die 50 jaar? Hoe zit dat nu? Ik vond het een wazig iets en misschien dat er straks in het raadsvoorstel dan goed omschreven gaat worden wat er precies mee bedoeld wordt. Maar het eerste is gewoon dus, is een kindergraf maximaal 30 jaar of maximaal 50 jaar? Dank u, voorzitter. De heer Mors. Dank u, meneer de voorzitter. Er moet worden uitgegaan van dekkende tarieven die ook marktconform zijn. Daarbij kijken we ook naar de houdbaarheid van die tarieven. Want wat zal het geval zijn als de tarieven zo omhoog gaan en blijkt dat de tarieven voor natuurbegraven voor onbepaalde tijd en ongeveer de helft zijn en cremeren? Nou, dat heeft consequenties voor de houdbaarheid van de tarieven. Zoals we het nu lezen gaan de opgebouwde reserves naar de algemene middelen en worden geen reserves meer opgebouwd. Welk risico lopen we nog in de toekomst als eventueel de directe inkomsten achteruit lopen en we wel verhogen, mevrouw Schunselaar had het er ook al over de lange termijn onderhoudsverplichtingen. Wij hadden ook de vraag over de 30 en de 50 jaar voor kinderen, want je moet er toch niet aan denken dat je als ouder op een gegeven moment moet constateren dat het graf van je kind geruimd wordt. En wat wij eigenlijk nog missen als toevoeging in het verhaal is de mogelijkheid tot verlenging. Als we goed tussen de regels doorlopen, staat er wel in. Alleen, ik denk dat het wat duidelijker kan. Maar dat is even. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, een kleine aanvullende, slechts verdiepende vraag.
die me ook en onze fractie ook nodig lijkt. Zeker gezien of gehoord hebbend wat mijn linkerbuurman zojuist zei, hè, dat de tarieven fors duurder worden. In een stuk staat gelukkig dat de combinatie van twee deeltarieven in een gecombineerd tarief, dat niet leidt tot een verhoging dan wel een verlaging. Hè. Dat zou eigenlijk alleen maar eenvoudiger worden. Nou, dat klonk ons heel erg plezierig in de oren. Maar we hebben er toch aan de ambtenaar die het stuk heeft opgesteld een verdiepende vraag over gesteld. Van leg eens uit hoe de twee verschillende deeltarieven bij elkaar gecombineerd tot dat tarief worden. Daar hebben we toelichting op gekregen. Daar eerlijk gezegd zo goed als geen touw aan vast te knopen is. En wij zouden u willen vragen, en nu komt de vraag, voorzitter, of het niet te veel gevraagd is om het oude tarief voor het grafrecht, het oude tarief voor het onderhoudsrecht, vertaald naar het nieuwe tarief, het gecombineerde tarief, om dat inzichtelijk te maken. Want het is niet zo dat het heel veel duurder lijkt te worden, maar in de berekening die we tot in achter de komma hebben uitgewerkt en gekregen, was het zelfs zo dat het goedkoper werd. En dat allemaal gezegd hebbend, zouden we graag van u willen horen of dat voor ons als raadsleden eenvoudig inzichtelijk te maken is. En dat was, voorzitter. Dank u wel. De heer De Wijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn vijf voorstellen, doet u, voor dit onderwerp. En het eerste voorstel van het college om voor nieuwe graven het algemeen onderhoud voor die gehele looptijd te verdisconteren in het tarief grafrecht, zeg maar zo'n all-in prijs, dat vinden wij prima. Het tweede, dat de uitgaven jaarlijks begroot worden, gesloten exploitatie, kostendekkend 100%, vinden wij ook acceptabel. Maar dat derde en zeker het vierde, daar hebben wij toch wel wat problemen mee. Dat is namelijk waar we niet de toegevoegde waarde van inzien is de opgebouwde reserve, afkoop, onderhoud, graven op te heffen en dan die inhoud aan te wenden voor het herstellen van het weerstandsvermogen. Daar hebben wij toch wel problemen mee. Met name de argumentatie voor dit laatste horen we graag nog van de wethouder hoe hij dat nou precies zit. En waarom niet een reserve behouden voor eventueel noodzakelijk groot onderhoud of vervangen van begraafplaatsen. Graag hadden wij daar een antwoord op. Dank u. De heer De Keurst. Voorzitter, dank u wel. Om met die laatste te beginnen, in het totaalpakket ten aanzien van het herstelplan zat onder andere het inbrengen van die 9 ton die opgebouwd was met de afkoopsommen, want dat is het, de afkoopsommen voor onderhoud, die werden gestort. En het overige grafrecht, dat werd gebruikt voor de exploitatie. Een aantal jaren ging dat goed, maar nu blijkt dat de baten achterblijven bij de verwachting. En het is niet maar zo dat wij die 9 ton afromen en dat, laten we maar zeggen, in het tekort van de begroting stoppen. Daar staat tegenover dat wij de achterblijvende lagere verwachting van de baten compenseren middels structureel 40.000 te herstellen. En daarmee, naar verwachting, borgen wij dat ook de mensen die inmiddels die afkoopsom hebben betaald in één keer, waaruit die 9 ton is opgebouwd, dat we op basis daarvan de gevraagde prestatie kunnen leveren, namelijk onderhoud gedurende de looptijd. Daarnaast gaat de reserve weg, maar mocht er buiten de reguliere exploitatie om geld nodig zijn, en dat kunnen zien bij de fundatiestroken, het eerste is Beerseveld, dan gaat dat naar het potje waar het geld inging, namelijk de algemene reserve. Dan wordt hij in de begroting wordt hij opgenomen en wordt hij daar verrekend en kijken van waar zit dan de marge. Hij loopt dus mee met de begroting. En mocht op enig moment er binnen de reguliere begroting onvoldoende middelen zijn, dan wordt hij ten laste gebracht van de algemene reserve. Dat is anders bij uitleg. Op het moment dat de Laarmanshoek aan uitleg toe is, dan worden de kosten, dat is een kleine 7 ton, die worden weer verdisconteerd in de exploitatie. Meneer Middelkamp, als u kijkt naar alles wat onder toelichting staat, daar staat steeds een opsomming. In de bladen daarvoor staat wat het per onderdeel kost. Maar als u naar de toelichting kijkt, dan is alles bij elkaar opgeteld. En dan lijkt het bijvoorbeeld begrafenis bij de Laarmanshoek, dat die van bijna 1400 euro naar 2800 euro gaat, maar dan komt er nog eenmaal het begraven bij en vervolgens is het 3600. Terwijl als u
alle overige kosten zoals ze tot nu toe werden berekend, dan is het ruim 3800 euro. Eigenlijk verzoekt u om op een eenvoudige manier uit te leggen hoe hier te komen. Dat gaan we regelen. De tarieven, meneer Mors, en dat is een verlengde daarvan, die lijken omhoog te gaan. Dat had ik al gezegd. In de eerste openslag lijkt het duurder te worden, maar dat is niet zo als je alles bij elkaar optelt en gelijk het antwoord op die vraag, dat zoeken we, dat laten we nader expliciteren. Mevrouw Schunselaar, voor wie het niet kan betalen. Ik ga me er niet mee afmaken door te zeggen van de gemiddelde Nederlander heeft een verzekering die 8, 9, 10.000 euro uitkeert voor een verzekering. En bij een begrafenis, want dat is niet zo. Er zijn ook nog steeds mensen die dat geld niet hebben, die het uit de spaarvoorziening moeten betalen. Ik laat ambtelijk uitzoeken hoe we in voorkomende gevallen, voor zover zij niet vallen onder de minima, want daar kun je ook middels een minima regelen, kun je dat, middels vrijstelling kun je dat regelen, hoe we daar in voorkomende gevallen mee omgaan. Mensen die in de betalingsregeling zitten, op dit moment er zijn er ongeveer 500 die jaarlijks betalen, dat blijft ook gewoon bestaan. Ja. Ten aanzien van de lange termijn exploitatie, u wilt een overzicht van wat, hoeveel jaar, 10 jaar, 15, 20 jaar. Dan laat ik voor u op papier zetten wat wij verwachten. Even tussendoor. U moet zich niet laten misleiden door de begroting, want daarin staat dat volgend jaar er nog 65 begravingen zullen plaatsvinden. En daarna niet meer. In de jaarschijf in 2000, moeten we maar eens naar kijken, 2018 en 2019 blijft het aantal graven gelijk zonder dat er uitbreiding is van de begraafplaats. En dat kan dus niet. Het is geen voorspelling, want dat is... Niet misschien, dat is het gewoon. Maar u vraagt om een exploitatieoverzicht meerjarig, dat laat ik u toekomen. Ten aanzien van de benchmark, waarom staat die ernaast? Om aan te geven dat ofschoon we gemiddeld naar beneden gaan, we bijna op alle fronten nog steeds een beetje aan de hoge kant zitten. Daar zit een kanttekening bij. Als u de toelichting leest, dan ziet u dat de ene gemeente ruim 2000 euro voor een totaalpakket vraagt. En andere gemeenten binnen die benchmark meer dan 4000 euro. Voor het totaalpakket van begraven. Daarom hebben wij gezegd, van wat is dan het gemiddelde? Hoe zitten wij tot het gemiddelde? En dan doen we het eigenlijk zo slecht nog niet. Zeker niet in de nieuwe situatie. Ten aanzien van de vraag, er werd altijd afgekocht en dat ging in de reserve. Nu gaat het afkoopbedrag bij het overige. En dan komen wij op 103% en dan zijn we belastingplichtig. Juist die ruimte kunnen we gebruiken om de tarieven te verlagen. Dus we moeten altijd zorgen dat we op 100% of 99% uitkomen in plaats van op die 103%. We zullen dus van jaar tot jaar een goede inschatting moeten maken waar we komen, waar we opkomen. En als we dreigen te overschrijden, dan zullen we de tarieven moeten gaan bijstellen naar beneden. Volgens mij heb ik de meeste vragen beantwoord, voorzitter. Dat gaan we even horen, van wie heeft er nog iets? De heer Maasman. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Bedankt voor de beantwoording. Toch ben ik nog niet helemaal gerust op. Kijk, er wordt in het stuk aangegeven van dat gewaarborgd blijft. U geeft net in uw beantwoording ook aan dat datgene wat betaald is gewaarborgd zal blijven worden door een extra inzet in de begroting op nu dan, op dit moment. Maar we praten hier over een lang termijn. En wat wij het liefst zouden willen is dat die zin die bijvoorbeeld in onder art 5 staat over dat waarborgen daarvan, dat dat onderdeel wordt van het besluit. Dat het ook gewoon vast ligt dat datgene wat betaald is ook toekomt aan degene die dat betaald heeft. Ook als het straks over 10 of over 20 jaar, want over dat soort termijnen praten we nu, dat het dan ook nog vast ligt dat dat zo afgesproken is. Anders ben ik bang dat we straks wel ons weerstandsvermogen hebben verhoogd, maar op den duur straks niet meer weten van, oh ja, en dat was dat geld van die mensen. Dus daar zou ik nog graag een reactie op willen. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat volgens mij ook niet helemaal beantwoord is de vraag van de concurrerende alternatieven als stel dat je dit systeem toepast, dat wellicht meer crematies volgen, wellicht andere alternatieven, waardoor je exploitatie denk ik wel degelijk onder druk komt te staan. Ja, waar ik
volgens mij ook geen antwoord heb gehad. Dus er is geld opgebracht, blijkbaar te veel, 900.000 euro. Dat wordt slechts aangewend met 40.000 euro voor een eenmalige actie. Dan zeg ik, dan is er 860.000 euro over. Dan moet die 860.000 terug naar degene die dat hebben opgebracht. En niet naar de algemene reserve, want dan krijg je de situatie zoals de heer Marsman schetst. Dat is voor allerlei doeleinden dan te gebruiken. En dat is niet de bedoeling. Er is een bepaalde groep die heeft het betaald. En als het te veel is, hoort dat terug te gaan naar die groep die ervoor betaald heeft. Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, ik heb nog de vraag gesteld aan de portefeuillehouder over de termijn van de kindgraaf. Want dat is dus in het stuk is dat niet helemaal duidelijk. De heer Bors. Ja, ik werd net getriggerd door de portefeuillehouder van als we dreigen boven een bepaald bedrag uit te komen, dan gaan we de tarieven naar beneden bijstellen. Maar dan is het al te laat, want we stellen op een bepaald moment de tarieven vast. En we hebben meestal niet in de hand wanneer iemand komt te overlijden. Dus dat kan met een griepepidemie kan het opeens heel veel zijn. Het woord is aan de wethouder. Voorzitter, met die laatste te beginnen. Op zich klopt dat. We hebben dat niet in de hand. Dan moet u zeggen, we gaan standaard op 95% zitten, zodat we minstens risico lopen van, mocht het in het voorkomende gevallen, dat. Maar dat betekent dus dat je het gevaar loopt dat je steeds op de exploitatie tekort komt en dus automatisch in de begroting rekening mee moet houden met een aanvulling. Waarvan akte. Termijn van het kindgraf in de eerste proeven is gerekend met de oude situatie van 50 jaar. In de tweede proef is gerekend met 30 jaar. En dat is gedaan omdat het overlijden van een kind komt altijd onverwacht. En vaak komt het op momenten dat je er nog geen rekening mee hebt gehouden om voor je kind een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Er is dus voor gekozen om het tarief daarbij zo laag mogelijk te houden bij een termijn van 30 jaar. En daarbij de gelegenheid te geven, die is wettelijk trouwens ook verplicht, om het te verlengen met 10 jaar. Dat is daarvan de reden. Richting de heer Bongers. Er is niet geld te veel gespaard. Dat geld wat gespaard is, dat zijn de afkoopbedragen die normaal gesproken bedoeld waren voor incidentele uitgaven. Zoals bijvoorbeeld die fundering. Dat valt nu weg, waarbij 40.000 euro structureel in de begroting is opgenomen om te garanderen dat ook de mensen die reeds betaald hebben, afgekocht hebben, dat het graf wordt onderhouden, dat dat ook kan gebeuren. Dat is één. Twee, de toch verplichte uitgaven incidenteel, en dan wil ik verwijzen naar het stuk, komen nu iedere keer wanneer het aan de orde komt ten laste van de reguliere begroting, om te beginnen in 2017 Beerseveld. Meneer Marsman, u vraagt expliciet te waarborgen en dat als beslispunt op te nemen. Dat kan ik u toezeggen. Bespreekstuk. Nee, het is overleg met het college, dus dit komt niet terug in de raad. We zitten een beetje met het tijdsprobleem. En, nou, een beetje. En de volgende commissievergadering, daar is de agenda ook al behoorlijk vol van. Dus we moeten even kijken van hoe we dit verder aanvliegen. Misschien moeten we even kijken van welke onderwerpen men nog van een bijdrage wil voorzien. Libor? Lior. Oh ja, Lior. Ja. Libor is. Libor heeft iets met rente te maken. Ja. Dat is een hamerstuk? Oké. Okay. Nou goed, dan kijk ik even verder. Van, er zijn twee mensen die willen er nog wat over zeggen. En. De hondentarieven, dat is in feite een keuze tussen A en B. En volgens mij, als we dit een bespreekstuk maken voor de raad, dan kunnen we daar A of B bepalen. Als er verder geen vragen over zijn. Meneer de voorzitter, ook daar hadden wij een inbreng. En het heeft niets te maken met A of B, maar het is wat anders. Dus ik weet niet hoe we dat gaan oplossen, maar dat wou ik wel graag naar voren brengen. Ja, goed. Kan in de raad hoor, maar goed dan. Bespreekstuk. In de raad.
bewaren van houtopstanden. Die kan ook in de raad? Nou, bespreek ze ook in de raad. Bouwverordening. Bouwverordening, dat is techniek. Hamerstuk. Bouwverordening. Asbest, hè? Wijziging gemeenschappelijke regeling. Hamerstuk. Oké. Okay. Nou, dan... Een hele korte vraag, dat mag. Ja. We zouden graag de financiële consequentie van de nieuwe verdeelsleutel willen. Want we hebben, omdat de begroting aanstaande is en we over de stukken beschikken, de stukken daarop nageslagen. Want de begroting zou erop worden aangepast. En op drie plaatsen lezen we de consequentie ervan. Eigenlijk is dus de vraag, wat betekent dit voor de begroting? Wethouder Scheling staat even te overleg, maar laten we dit gewoon bij de begrotingsbehandeling doen. Dan kunnen we dat gewoon goed inzichtelijk maken. Als het goed is, zit het er ook in. Dus als dat past, dan kan het daar. Ik dacht dat uit mijn hoofd zeg iets van 60.000 euro, maar dat is uit mijn hoofd. Ja, positief. Ja, ja, het is voor ons een meevallen. Ja. 51? Nou, kijk, de heer Marsman die weet het beter dan ik, dus dank daarvoor. Als het positief is, voorzitter, want ik had twee negatieve en één positieve gevonden, dan is het 67.000 euro. Inclusief of exclusief indexering? Dus, een hamerstuk. Dan gaan we over naar de LIOR. Wie wenst erover het woord? Ja, de heer Bors. Ja, wat mij betreft een hele korte opmerking en dan kan het verder als hamerstuk door. We praten over het dimmen en uitschakelen van verlichting in de openbare ruimte. Alleen de vraag eigenlijk aan het college, waarom staat het vechtpodium dan altijd volop in het licht? That's all. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, hier hebben we ook een technische vraag over gesteld en het antwoord was niet helemaal naar tevredenheid. Ook hebben we dit getoetst aan de begroting. Waar gaat het om? We investeren ongeveer 250.000 euro. Er is een paar duizend euro per jaar te besparen op onderhoud, een paar duizend op energie. En we schrijven het totale, of we verdienen het totale project terug in 18 jaar. Nou, dat bleek bij beantwoording iets van 14 jaar te zijn. Maar als je kijkt naar de begroting en je probeert al die getallen een beetje te snappen, dan blijven wij geweldig voorstander van het toepassen van LED-verlichting. Maar we zouden graag iets meer van die onderbouwing willen snappen, omdat dat wat ons betreft nergens is terug te vinden en ook misschien wel niet helemaal klopt zoals het in de stukken staat. Voorzitter, de laatste... Meneer de voorzitter. Oh, sorry. Ik had ook nog een inbreng. Ja. Het sluit een klein beetje hierop aan. Wij waren eigenlijk, ik zal het proberen heel kort te houden, ook heel erg verbaasd dat hier gesproken wordt over de aanvraag van een aanvullend krediet voor 250.000 euro voor vervanging. En we vroegen ons af hoe we dat moesten rijmen met wat we onlangs voor het zomerreces hebben besloten in de kadernota. En dat had te maken met de bezuiniging van 150.000 euro op openbare verlichting. En de tweede vraag die ik heb is, er wordt gesproken over een besluit dat wordt voorgesteld om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Maar het kan aan mij liggen, maar klopt het dat ik het besluit nog niet heb gezien? Het voorstel tot dat besluit heb ik nog niet gezien, die 250.000 euro krediet. Voorzitter, dank u wel. Dat klopt. Het ene document klopt met de realiteit, namelijk dat het aansluit bij de bezuinigingsvoorstellen. We hebben een hele lijst doen toekomen en daar stond LED-verlichting 250.000 euro in twee tranches, 125.000 en 125.000. Daarvan heeft het college voorgesteld, gezien de situatie binnen de gemeente, honoreren we die investering niet. En er lopen nu twee stukken een beetje schuin door elkaar heen. Vooralsnog geldt dat wij de aanpassingen gaan doen op basis van vervangingsinvesteringen en niet op basis van twee keer 125.000 euro. Aanstaande dinsdag is in het college de septembercirculaire en op basis van de septembercirculaire zal worden gekeken of er voldoende financiële ruimte is om als dan, wanneer dat het geval is, een voorstel te doen om de geplande bezuiniging ten aanzien van de LED-verlichting niet door te laten gaan. En pas dan wordt er een beheer- en uitvoeringsprogramma opgesteld
omdat we bij de begrotingsbehandeling weten of we het moeten doen met de vervangingsinvestering, of dat we de vervangingsinvestering plus die 2 keer 125.000 euro kunnen inzetten voor de LED-verlichting. En ten aanzien van de onderbouwing, hoe zit het nou met LED? Wanneer levert nu welk type lamp welke besparing op? En hoe gaan we dat inzetten, ook ten aanzien van dimmen en schakelen? Daar zal ik de afdeling vragen om nog voor de behandeling van dit stuk een heldere omschrijving voor te geven. En dan het vechtpodium, meneer Mors. Als u het stuk goed hebt gelezen, alles wat van de gemeente is en op onze kosten wordt aangestraald, inclusief reclameverlichting, et cetera, daarvan stellen wij voor, op het moment dat dit beleidsplan is vastgesteld, dat het vanaf 23 uur in de winter en 1 uur 's nachts in de zomer uitgaat. Als voorbeeld. Op basis van het feit dat er nog informatie nagestuurd wordt, concludeer ik dat het een bespreekstuk wordt voor de Raad. Dan hebben we agenda punt 8 nog volgens mij. Beëindiging, reinigingsrecht, inzameling, bedrijfsafval. Wie wenst daar het woord over? De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, twee korte vragen. Wat vinden de bedrijven ervan dat we dit als gemeente niet meer uitvoeren? En kunt u een indicatie geven wat het prijsverschil zal zijn? Wat doen we de bedrijven aan als we dit voor hen stopzetten? De heer Bongers. De vragen zijn al gesteld, voorzitter. Mevrouw de Keurst. Ik laat het voor u uitzoeken. De bedrijven zijn niet gevraagd wat ze ervan vinden. De vraag is, willen wij als gemeente treden in de concurrentie met marktpartijen die dit eigenlijk toekomt? En dan daardoor VBW-plichtig zijn? Die vraag ligt er eigenlijk onder. Het antwoord daarop is, nee, dat willen wij niet. We willen er helemaal geen beslommering mee hebben. Rova zelf, die namens de gemeente, dat doet, die heeft het ook al uitbesteed. Waarom zouden wij dat nog moeten willen? Uitzondering is de ondernemers in het centrum. Die moeten gebruik maken van die ondergrondse containers. Anders krijg je allerlei vervoersbewegingen. Nog meer vervoersbewegingen in het centrum, dat willen we ook niet. En die ondernemers moeten met Rova hierover specifieke afspraken gaan maken. Maar de vragen die u gesteld hebt, die laat ik u uitzoeken. Daar krijg ik een schriftelijk antwoord op. Hamerstuk of bespreekstuk? Bespreekstuk, want ik krijg een antwoord. Oké, bespreekstuk. Nou, we hebben alles gedaan. Dan hebben we in ieder geval deze agenda afgewerkt. Een aantal dingen komen voor behandeling terug in de Raad. Ik wens jullie allen een goede thuisreis.